مدعی لا پورا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منصور خدا ہوتا ہے. Dames en luisteraars, van harte goedemorgen en welkom tot deze zaterdagsaflevering van Gisteren, Vandaag en Morgen, Rashid Pierkans Kala Jorkal. Dit is de aflevering voor zaterdag 31 oktober 2020. Kala Jorkal wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname en is nu te beluisteren via de RBN radiofrequenties RP The Hot One 89.7 FM. Deze uitzending is ook te beluisteren via ECMI Radio 91.3 FM. In een zummelcast zit deze uitzending op de 103.5 FM in Nikiri. Kala Jorkal is ook live te zien via YouTube. Daarvoor gaat u naar de YouTube source, u slaat in RBN Suriname. Deze uitzending is vandaag ook te zien via Facebook. U gaat daarvoor naar Alpha Televisie Channel Facebook en dan gaat u deze uitzending ook zien. Online is deze uitzending te beluisteren via dbsuriname.com. En landelijk in Suriname zelf te zien via RBN Televisie, kanaal 5.1. Vandaag in Rashid Pierkans Kala Jorkal presenteer ik Farid Pierkan, tezamen met Serena Asset. Tezamen met Serena Asset presenteren wij vandaag Rashid Pierkans Kala Jorkal. En ik zeg tegen u allemaal assalamu alaikum. Laat me bij de aanvang van deze uitzending alle mensen condoleren die een dierbare hebben verloren. En ik wil u veel sterkte toewensen in de moeilijke dagen voor u. Vandaag wil ik in het bijzonder condoleren de familie van Keke. Omdat een goede vriend van ons allemaal, Ralf van Keke, gistermiddag is komen te overlijden. Ralf van Keke is binnen de contraine in Suriname geen onbekende. Heel lang geleden had hij ook nog een school onder de naam Hajime Tigers. Ralf heeft ook judo gedaan in zijn leven. En we gaan hem heel erg missen. Wij van RP, de Hot One, want in de jaren 80 deed Ralf ook heel actief mee met de DJ's van RP in de periode. Wij van RP en RBN condoleren de nabestaanden van Ralf van Keke. De mensen die ziek zijn, die wens ik van harte beterschap toe en een spoedig herstel aan u allemaal. En vandaag moeten we ook uiteraard mensen gaan feliciteren die jarig zijn, want ook die mensen hebben recht op plezier op hun jaardag. Maar ze gaan natuurlijk hun jaardag vandaag gedenken in COVID-19 protocol tijdperk. Laten we voor vandaag gaan feliciteren. De volgende personen, Sheikh Kassim, woonachtig in Nederland. Maurit Ilahi Baks is er ook jarig vandaag. Ram Rambarat Singh is er jarig. Arun Pagu is er jarig. Arisha Lal Mohammed is er jarig. En uiteraard zijn er nog heel veel mensen jarig. Maar ik heb uw naam hoogwaarschijnlijk niet genoemd, omdat ik het gewoonweg niet weet. Maar in geval u vandaag jarig bent, wens ik u ook een heel mooie dag toe. Serena, wie is jarig bij jou? Vandaag is jarig Gerald Beelhout en de hartelijke felicitaties. Hij is van Beelhout Media, geloof ik. Ja. En gefeliciteerd. En ook natuurlijk alle anderen die jarig zijn vandaag. En voor morgen mogen de volgende mensen zich gaan voorbereiden voor hun jaardag, zondag 1 november. Nandi Dougal, hij is niet van Suriname, hij is nog minder van Nederland. Hij woont in Mumbai, India. Hij is een heel bekende muzikant. Heel goede vriend van onze familie, voornamelijk is hij een vriend van mijn vader. Hij organiseerde heel veel shows, voornamelijk in de jaren 60, 70 en begin jaren 80 bracht hij heel veel shows in samenwerking met mijn vader uit India naar Suriname. Ook in India zelf doet hij heel veel shows. Tegenwoordig is hij weliswaar gepensioneerd, maar we do his uncle Nandi Dougal happy birthday on behalf of our family in Suriname. We willen ook feliciteren Shatkinta Bikhari. We willen feliciteren Miriam Nabibaks, Marlon Martial en Anushka Moerli zijn de mensen die voor morgen hun jaardag mogen gaan voorbereiden. Wie is voor jou morgen jarig? Morgen is jarig Naomi Linger. Zij is deurwaarder en een hele goede kennis samen. Dus gefeliciteerd alvast vanmorgen, Naomi. Ook is jarig Desmond Platt. Vele jongeren die zullen hem kennen. Van harte gefeliciteerd. En meneer Robert Elmond, die viert morgen ook zijn jaardag. Geweldig, dus deze mensen gaan hun jaardag voorbereiden. Voor maandag mogen de volgende mensen hun jaardag gaan voorbereiden. Dat is Mashri Bhattacharya.
Ze woont niet in Suriname, ze woont ook in Mumbai, India. Een geen onbekende zangeres, heel populaire zangeres in de filmindustrie in India. Ze heeft een hele poos geleden, jaren geleden, gewerkt op de Indiase ambassade in Suriname. Keerde na haar tijd op de ambassade gewerkt te hebben terug naar India. En vandaarna is haar carrière de lucht ingeschoten in India. Heel bekende zangeres momenteel in Mumbai, India. Ook Alex is jarig, maandag 2 november. Alex Kafruddin mag zijn jaardag gaan voorbereiden maandag. En ook nog Angela Frasouk mag haar jaardag gaan voorbereiden voor maandag. Wie heb jij op je maandag lijst? Maandag heb ik niemand op de lijst. Wie heb je dinsdag op de lijst? Dinsdag heb ik een heel speciaal vriendinnetje van mij. Het is Janae McIntosh. Dat is de dochter van een lieve collega van me. Dus hartelijk gefeliciteerd. En ook Faya Sherman is jarig. Hij is ook jurist. Werkzaam bij de Nationale Assemblée. Tot zover mij bekend. Heeft ook wat publicaties bij het Surinaams Juristenblad gedaan. Dus die levert ook op die manier zijn bijdrage aan de rechtsontwikkeling. Dus van harte gefeliciteerd. Geweldig. Dames en heren, u zult zich natuurlijk afvragen van hoe komt het dat Serena en Zet plotseling in Kalajorkal ook mensen mag feliciteren. Laat me u nou even uitleggen wat er gaat gebeuren. Serena is voor vandaag een co-presentatrice. Ze is niet als zodanig een gast die ik vragen stel. Normaliter heb ik gasten. Dus meestal als u iemand ziet, dan denkt u, oh, dat is een gast in Duitsland. Dat is niet waar. Voor vandaag presenteert ze samen met mij, Rashid Pirkans Kalajorkal. Ik heb afgesproken met Serena dat we een paar proefuitzendingen gaan doen. En na die proefuitzendingen gaan we evalueren. En die evaluatie gaan we ook natuurlijk met u als kijker en luisteraar doen. Want u moet Serena aardig vinden, dus maak die fout niet. Weet u wel wat ik bedoel? Dan gaan wij verder afspraken maken. Want het is tijd dat ook andere mensen bijgebracht worden in de presentatie van Rashid Pirkans Kalajorkal. Dus Serena Esset is geen gast. Ze is een co-presentatrice vandaag in Rashid Pirkans Kalajorkal. Dus Rashid Pirkans Kalajorkal vandaag gepresenteerd door Farid Pirkan en Serena Ezen. Uiteraard moet ik u vandaag ook de koersen doorgeven. De koersen liggen er niet om. We weten dat de Centrale Bank van Suriname een formele koers heeft van 14 SRD en 1 cent. Dat is voor de aankoop. De verkoopkoers is 14,29, de euro noteert 16,39 om 16,71. Dat zijn de formele koersen die genoteerd worden door de Centrale Bank van Suriname. Echter is er ook wat we noemen de mami- en papi-koers, de zogenaamde straatkoersen, en die liggen er gewoon niet om. 16,50 voor de dollar, voor de aankoop 17 voor de verkoop, dat is giraal. Dit is de informele sector die ik doorgeef, dat is niet formeel. Houdt u dat vast, dus u moet mij niet vragen waar u het kunt vinden. 18,30 om 18,50 noteert de dollar voor cash en de euro noteert 18,45 om 18,75. Goed, dit is Kalajorkal. Laten we even met wat algemene nieuws beginnen. We gaan ook de telefoonlijnen voor u opengooien. U begrijpt uiteraard dat u maatschappelijke mening mag geven in Kalajorkal. De lijnen zijn by the way nu al open. Let wel, Serena is in de studio als presentatrice tezamen met mij in Kalajorkal en wij gaan samen proberen, zover u een vraag hebt, trachten uw vraag te beantwoorden. Maar u hoeft niet per se een vraag te stellen zoals u dat weet. U kunt ook een stelling poneren. U bent niet verplicht een vraag te stellen aan ons, want dat is niet de bedoeling van Kalajorkal. Maar laat me u tussen naar Nederland brengen. Daar is KLM in problemen en er is een chaotische situatie ontstaan bij de KLM. KLM boert niet goed. Ze hebben steun gevraagd van de Nederlandse regering ruim 3,4 miljard. Die steun is vooralsnog geweigerd, omdat de regering van Nederland is de mening toegedaan dat KLM verder moet gaan saneren voor zij recht kunnen maken op belastingsgelden van de belastingbetaler in Nederland. Dus de luchtvaartmaatschappij KLM zit in problemen. Maar niet alleen de KLM zit in problemen. Alle luchtvaartmaatschappijen overal ter wereld zitten in problemen. Simpel om het feit, vanwege COVID-19 zijn de luchtruimen van diverse landen gesloten en mensen kunnen de landen niet meer bezoeken. Tezamen met de luchtvaartdiensten is ook het toerismesector is plat komen te liggen. Ook in ons eigen land zien we dat we problemen hebben met de SLM. We zien ook dat we geen mensen meer kunnen brengen in ons land vanwege het feit dat er geen vluchten zijn. Een ander nieuws over Nederland is dat Mark Rutte, de huidige premier, die wil voor de vijfde keer nog een keer lijsttrekker worden van de VVD, dat meldt de Telegraaf. Serena, wat heb jij ons te vertellen? Het 8 december proces? Ja, vertel ons. Het 8 december strafproces is er geweest. En het is
het is een interessante zaak, omdat er natuurlijk er is erg veel gebeurd. We hebben gezien dat de zaak geschorst is tot naar 30 november. En als reden is dus aangegeven dat de kreegsraad eist dat meneer Boutersen aanwezig moet zijn op de zitting. En hij was er niet. Dus is de zaak geschorst om hem de gelegenheid te geven om te komen. Maar interessant zou zijn om misschien even kort de revue te passeren over wat er is gebeurd. Want deze zaak houdt de samenleving al jaren bezig. En als we kijken naar die tijdlijn, dan zien we dat we beginnen in 2002 al met getuigenverhoor, dus zijn we nu al ruim 18 jaar bezig. En de zittingen bij de kreegsraad die begonnen in 2007. En toen kregen we de amnestietoestand in 2012. En werd de zaak geschorst voor een periode van ongeveer 4 jaren. En toen hebben de nabestaanden gezegd van nee, we willen dat niet accepteren dat die zaak zo bleef liggen. Er moet iets gebeuren. Dus toen hebben ze gevraagd aan het hof. Hof, kunt u een besluit nemen over de schorsing? Het is toen ook gebeurd. Het hof heeft gezegd nee, die zaak kan niet zo geschorst worden. Het moet worden voortgezet. Toen was het de vraag, is die amnestiewet in strijd met de grondwet? Want die amnestiewet had eigenlijk simpel gezegd het doel om die strafzaak te beëindigen. En is dat niet in strijd met de grondwet? Is er sprake van inmenging? Toen heeft de rechter, althans de kreegsraad, beslist dat dat niet het geval is. Of althans, dat zij op grond van artikel 137 van de grondwet bevoegd is om te zeggen van luister, die amnestiewet die is niet van toepassing in deze zaak. Dus wij gaan verder. En dat is ook gebeurd. Toen kwam er een toestand van een staatsveiligheid en een constitutionele crisis. Ik weet niet of u zich nog herinnert, toen was mevrouw Jennifer van Dijk Silos de minister van Juspol. En toen kwam er ook een resolutie, een beruchte artikel 148 van de grondwet. Zoveel dingen die gebeurd zijn. Intussen zien wij waar het proces in eerste aanleg geëindigd is. Is dat meneer Boutersen veroordeeld is voor 20 jaar cel. Wegens moord op de personen, de slachtoffers. En daarmee is hij niet eens. En hij is in verzet gegaan. En waarom is hij in verzet gegaan? In eerste aanleg is hij niet verschenen op de zitting. En dan zegt de wet, wanneer je niet verschijnt en er komt de vonnis en je bent het daarmee niet eens, dan mag je in verzet gaan. Maar de wet zegt dat wel zeker voor wat de eerste behandeling betreft. Je moet dan op de zitting zijn. En daarna heeft de rechter de bevoegdheid om te eisen dat je op de zitting verschijnt. En dat heeft de kreegsraad in deze ook gedaan. En dan zal hij moeten verschijnen. Dat is nu de stand van zaken. En wat als hij niet verschijnt? Wat als hij niet verschijnt, dan kan de behandeling worden gestopt van de zaak. En dan gaat de rechter moeten beslissen. En dan is de kans aannemen dat de rechter persisteert bij het vonnis. In elk geval wat we moeten vasthouden, want er is daar veel over gezegd. Wat belangrijk is, is dat die veroordeling die er nu op tafel ligt, staat als een paal boven water. Dus met het verzet is het niet zo dat er geen vonnis meer is. Dat vonnis is er, hij is nu nog veroordeeld totdat in een andere uitspraak, zoals deze in verzet, anders wordt beslist. Maar tot dat moment zat als een paal boven water, had hij veroordeeld is wegens moord voor 20 jaar. Ja, mensen hebben toch altijd de vraag gesteld, het is gewoon voor de oriëntatie, als een persoon, een gewone burger, zo'n daad had verricht, als verdachte zijnde zelf, zou zo'n burger gearresteerd worden en opgesloten worden in afwachting van het proces. Waarom is dat nooit gebeurd? De rechter heeft de bevoegdheid om de gevangenneming te gelasten. En dat is niet gebeurd in dit geval. En het kan dat de rechter daar rekening mee houdt met de maatschappelijke positie die meneer Boutersen heeft. Want nogmaals, de rechter heeft die bevoegdheid om daarover te beslissen. De rechter is niet verplicht om te beslissen over die gevangenneming. En aangezien het verzet ook aangetekend is geworden, heeft de rechter daar rekening mee gehouden. Dat is wat ik denk. De rechter heeft dat niet aangegeven, maar dat is wat ik denk. Maar dat zou bij een gewone burger dus niet gebeuren. Maar inderdaad, ik weet het niet. Want er zijn ook sommige zaken waar de rechter de gevangenneming niet direct gelast. Maar over het algemeen voor de aard van deze misdaad, van deze misdrijf, dan zou dat in de meeste gevallen zou dat wel gebeuren. Maar niet altijd. Het is geen wet van mede en pers dat het per se hoeft te gebeuren, maar over het algemeen wel. Oké, geweldig. Rashid Pierkans, Kalajurkal, we praten vandaag niet met Serena Essep. Serena Essep is mede-presentatrice van Kal Ajor Kal.
En uw inbelnummer is al opengegooid, 532037. Daar kunt u inbellen. U kent de rules en regulations van Kalajorkal. U mag uw maatschappelijke mening met ons delen. U zorgt ervoor dat u heel netjes blijft, zoals u van natura bent. U zorgt er ook voor dat u geen mensen beledigt als zodanig. En wij verwelkomen uw mening in deze uitzending. Laten we naar wat actualiteiten gaan. Burgers hebben zich de afgelopen dagen zorgen gemaakt als hun BASO-kaart, en zo je wilt, de BZN-verzekerde, verlengd zouden worden. Want het blijkt dat die kaarten vandaag zouden vervallen op zaterdag 31 oktober. En derhalve de burger niet wist wat hij moet gaan doen. Wel, de regering heeft besloten dat alle kaarten die u nu bezit hebt en die vandaag zouden vervallen, zaterdag 31 oktober, dat deze kaarten automatisch verlengd zijn geworden tot 31 december 2020. Dus u hoeft niet in de paniek te geraken als u in het bezit bent van een BASO-kaart en u ziet uw vervaldatum 31 oktober. U hoeft niet in paniek te raken. Uw kaart is automatisch verlengd tot 31 december 2020. En de kaarten die zouden vervallen op 31 december, daarvoor moet u ook niet in paniek raken. Deze kaarten zijn ook verlengd tot 15 januari 2021. Ik heb begrepen dat een van de redenen waarom men dat ook heeft gedaan, omdat om organisatorische zaken men dat hele systeem nog moet gaan doorfilteren en dat kost nogal wat tijd. Het ministerie van Sociale Zaken die is er belast met de BASO-kaarten en als ook met de BZN-verzekerden. Dit is Rashid Pierkans, Kalajorkal. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Gaat uw gang. Goedemorgen meneer. Ik heb een vraagje aan Serena. Het is namelijk zo, in het verleden, de toenmalige president Bouterse wilde de PG ontslaan. Waarom heeft hem ontslagen? Waarom is de PG niet opgestapt? Dat wil ik weten. En wat is de brief die uw collega van, zeg maar in dit geval van Bouterse, een brief heeft gegeven aan de krijgsraad? Waarom is dat niet openbaar? Graag uw antwoord alstublieft. Oké, dankjewel. We hadden in die periode van gebruikte artikel 148, dat is in die periode van Van Dijk Silas, toen ze minister was, is er inderdaad een brief geschreven naar de procureur-generaal waar men de bevoegdheid aantrok op basis van een bepaald artikel dat ze dachten dat ze de PG zouden kunnen ontslaan. Uiteindelijk is er verzet gekomen en toen heeft men die brief weer ingetrokken. Wat kan je nog daarvan herinneren? Ja, inderdaad wilde men de PG ontslaan. En onder andere de advocatuur heeft zich toen daartegen beroerd, want het is dan duidelijk een politiek besluit, althans een ontslag op basis van een politieke reden. En ook toen met artikel 148 was men het niet eens. Er was een resolutie waarbij de PG dus toen bevolen werd dat hij eigenlijk een eind moest brengen aan die strafzaak. En dat werkt zo niet. Wanneer een strafzaak eenmaal ligt op tafel van de rechter, dan is de rechter degene die bevoegd is om te beslissen over die zaak. En dan kan men niet dicteren aan de rechter en of de PG wat er moet gebeuren. En waarom kan dat niet? In Suriname hebben we de leer van de trias politicas. Er is machtenscheiding. We hebben de rechterlijke macht, de wetgevende macht en de uitvoerende macht. En geen van die drie machten kunnen elkaar opleggen wat ze moeten doen. Zo ook kan de rechter niet zeggen aan de regering wat de regering moet doen en omgekeerd ook niet. En daarom is men toen in stelling gekomen. Ik weet zelf nog als advocaat en mijn collega's advocaten en natuurlijk andere stakeholders die heel vaak belast zijn en in aanraking komen met het Openbaar Ministerie en daarmee moeten werken. We waren er absoluut niet mee eens. En daarom is daartegen toen ook geprotesteerd en toen is dat ook teruggedraaid. Oké. Die meneer had ook een vraag ten aanzien van een brief. Juist. Waarom een bepaalde brief niet gepubliceerd wordt en over welke brief heeft hij? De advocaat van meneer Bouterse, dat is meester Kanhai, die heeft gisteren op de zitting een brief overlegd aan de rechter en die brief is niet openbaar gemaakt. En de rechter heeft de bevoegdheid om dus te beslissen dat in het belang van de zaak, dat wel het belang van de verdachte, dat zij het redenen aanwezig acht, verontschuldigende redenen aanwezig is om te zeggen van ik maak deze brief niet openbaar. Die bevoegdheid heeft de rechter op de strafzitting.
Okay. Dus wat de inhoud is van die brief, ik heb die brief niet gezien, u ook niet. Dus ik weet niet wat de inhoud is van die brief. Oké, maar dat betekent dat zolang deze brief niet publiekelijk bekend wordt gemaakt, dat een heleboel mensen gaan gissen wat erin staat, hè? Klopt inderdaad, maar de rechter houdt daar ook rekening mee. En eigenlijk alles in het kader van het belang van het proces. Er zijn beginselen wanneer je aan het procederen bent ook. En het is ook een beginsel van fair trial. Het proces moet eerlijk zijn. En als er gegronde redenen zijn die de rechter aannemelijk acht, dan mag de rechter dit zo toestaan. Oké, geweldig. Dit is Kala Jorkal. U ziet vandaag een heel andere setting in Kala Jorkal. Serena en ik draaien testuitzendingen. Waarbij Serena vandaag geen gast is, houdt u daar vast. Ze is mede-presentatrice van Rashid Pirkans Kala Jorkal. We gaan een aantal testuitzendingen samen doen. En dan wel op de zaterdag gaan we dat samen doen. En dan gaan we na een paar uitzendingen evalueren. Om dan te kijken hoe het verder moet gaan en of het verder moet gaan. Dus het is daarom ook heel erg belangrijk dat u Serena, die u hoogwaarschijnlijk wel al kent van andere uitzendingen en mogelijk van andere activiteiten, dat u haar stimuleert dat ze uiteindelijk ook een zelfstandige presentatrice kan worden. Goedemorgen, dit is Kala Jorkal. U bent in de uitzending. Gaat uw gang. Farid, groet Farid. Salaam alaikum. En Farid, groet mevrouw Serena Asset. Goeiedag. Ja, walaikum salam. Ik wil even teruggaan naar die kwestie toen al die verdachten werden opgeroepen dat ze ter zitting zouden moeten verschijnen omdat hun zou worden meegedeeld wat er verder zou gaan gebeuren. En de meesten zijn dus op die zitting verschenen. Ik dacht dat het ergens was eind oktober, begin november. Houdt u me dat ten goede? En wat bleek? Dat op die desbetreffende zitting de rechter toen is overgegaan tot het uitspreken van het vonnis. En dat heeft dus die hele samenleving toen even doen opschrikken van, je wordt opgeroepen, er gaan bijzonderheden worden doorgegeven. En dan word je dus op een gegeven moment geconfronteerd met een vonnis. In het geval van meneer Bouterse heeft dus de krijgsraad nu bevolen dat hij ter rechtszitting moet verschijnen, omdat hij dan vanwege zijn verzet zou moeten gaan verklaren hoe de zaak precies in de vork of de steel in de vork zit. Of de vork in de steel zit. Als de rechter van mening is dat zijn verwerp niet acceptabel is, zou de rechter dus kunnen overgaan tot onmiddellijke aanhouding en in gevangenneming. Dat is dus één. Een tweede punt is, hoe zit het met die kwestie van die 60 jaar die nu in Nederland, hoogstwaarschijnlijk in een kluis ergens, is opgebaard of opgelegd en bewaard zal blijven tot na 60 jaar? Als mocht blijken in dat stuk dat inderdaad Nederland, want we moeten niet Nederland zien als te zijn het land dat steeds voor ons een heleboel zaken heeft gedaan en heeft behaard. Maar Nederland heeft een dubbele rol. Ze hebben een vieze rol en ze hebben een Sinterklaasrol. Mocht blijken dat in deze de opdracht was gegeven om die regering toen omver te werpen, te brengen en eventueel zodanig maatregelen te treffen dat zo, als dat is gedaan, slachtoffers zijn gevallen. En ik wil daar even een corrigerend geluid even naar voren brengen. Meneer Bouterse is niet gevonnis vanwege het plegen van moord, maar vanwege medeplegen. Dus ik hoop dat u daar eventueel een correctie op zou kunnen brengen. Ik zou graag uw mening daarover willen horen. Oké, dank u wel. Dit is Rashid Pirkans Kala Jorkal. En dit ga ik voor Serena laten, dus haar pakje aan. Ja, inderdaad, medeplegen van moord, daar is hij voor veroordeeld geworden. En er is ook in het proces opgeworpen dat er documentatie zal zitten in Nederland, 60 jaar, wat de beller aangeeft. En als dat mocht blijken, wat dan? Tegen die tijd, dan nemen wij aan dat er al een veroordeling
daar zal, of als geen veroordeling, sorry, maar een uitspraak zal zijn gedaan door de rechter. En dan staat die uitspraak dan als een paal boven water. Dus die uitspraak is dan tegen die tijd bindend als er geen andere rechtsmiddelen mogelijk zijn. Dat, ja. Dus tegen die uitspraak ga je dan niet meer kunnen opkomen. Dus al wijzen de documenten over 40 jaar iets anders uit? Je zou dan eventueel, let wel, aan de hand van wat zal blijken, mogelijk andere processen voeren. Maar dit proces is dan sluitend. Want tegen die tijd zijn er hoogstwaarschijnlijk ook geen andere rechtsmiddelen meer mogelijk. Want dan zijn we al jaren verder. Tegen die tijd zijn we misschien ook al dood, ik weet het niet. Nee, jij gaat... 60 jaar verder. Jij gaat toch lang mee. Ja, dan ben ik tegen de 90. Goed zo. Je bent er nog. Geen probleem. We spreken de wensen dat je er bent. Dat ik er nog ben. Oké, dit is Kalaan Durkel. Houdt u vast, dames en heren. Ons topic voor vandaag is geen 8 december. Dus u kunt algemeen normaal bellen naar Kalaan Durkel. Mevrouw Serena is geen gast vandaag. Ze is mede-presentatrice van Rachid Pirkans Kalaan Durkel. En by the way, ik heb een eerste compliment al binnen voor jou. Nee. En dat is niet van een onbelangrijk persoon, geloof me. Dat is van mijn moeder, hè? Oh, geweldig. Mijn moeder, die app nog steeds. Die vind je geweldig. Dus dank ik u. Want ook die moeders die zitten te appen, hè? Ja. Weet je, dat doen ze ook. Dus je hebt de eerste compliment binnen. En het is geen onbelangrijk persoon voor mij. Dank u. Oké, prima. Dus dan weet je dat ook. Dus u begrijpt de bedoeling tussen Serena en mij, wat we doen in de uitzending. Ik probeer het een beetje te herhalen, voornamelijk voor de mensen die wat later hebben aangezet. We gaan een paar proefuitzendingen samen doen. En daarna hebben we besloten dat we met elkaar babbelen, evalueren. En kijken als we door moeten gaan en hoe we door moeten gaan. En of mogelijk Serena een standalone ook nog zou kunnen doen. En vooralsnog gaan we... samen alleen op de zaterdag doen. En er is daarvoor ook een reden. We zitten nog steeds met die avondklok van 10 uur. En u weet ook, ze is praktiserend advocaat. Ze heeft ook haar eigen bezigheden. En by the way, laat me dit ook goed zeggen. We hebben een resolutie gemaakt. Mm-hmm. En ze is onbezoldigd. ja, maar dat mag u ook weten, hè. Goedemorgen, dit is Kala Jorkal. U bent in de uitzending. Ja, goedemorgen, mijn mensen. In de studio. Ja, goedemorgen. Meneer Pirkan, ik heb een suggestie. Het zou niet beter zijn als u ook een mobiel nummer zou doorgeven om eventuele vragen te kunnen appen of te sms'en? Oké, is dat het? Nee, nog iets. Gaat u gang. Ik heb ook een vraag aan mevrouw Serena. We hebben gezien dat op een volgende regeringen ambtenaren... onheus behandelen. Hè? Ambtenaren die bijvoorbeeld niet van hun partij zijn, worden thuis geparkeerd en zo. Is zo'n minister die zo'n stap begaat niet strafbaar gesteld worden? Oké, dank u wel. Laat mij bij het eerste gedeelte ingaan waarover het gaat. U vraagt of ik niet moet toestaan dat mensen kunnen appen of sms'en. Dat is me vaker gevraagd geworden, ook door anderen. Maar het is een inbelprogramma. Het is geen WhatsApp-programma en het is ook geen SMS-programma. Het is een inbelprogramma. En het lastige van een app is ook dat wij, wanneer we live zijn, want dit is een live-uitzending, dan moeten we tegelijkertijd ook nog sms'jes gaan lezen. We moeten nog apps gaan lezen. En het kan ook wel voorkomen dat mensen hun teksten dan ook niet goed formuleren, waarbij wij hoogwaarschijnlijk de vraagstellingen dan ook niet gaan begrijpen. Maar primair is Rachid Pirkans Kalaan Durkel een inbelprogramma. Jij nu? Yes. Ik had een deel van die vraag was heel zacht. Misschien heeft u het gehoord? Nee. Het was over ambtenaren die onheus worden behandeld omdat ze niet van een bepaalde partij zijn. Oké. Duidelijk. Het strafbaar stellen van de minister, dat kan niet. Omdat op de ambtenaren is van toepassing de personeelswet. En indien er voor zover mag blijken dat de ambtenaar van mening is dat die op basis van oneigenlijke gronden het ontslag is aangezegd, dan moet die naar de rechter gaan en dat bij de rechter bevechten. Dus die mogelijkheid is altijd daar. En als de rechter dan van mening is dat inderdaad het ontslag onterecht is vanwege rancune, dan kan dat teruggedraaid worden door de rechter. Dat kan. Maar dat gaat de rechter dan moeten toetsen aan de wetten.
Dit is Kalaal Jorkel, we doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. U zit vandaag twee personen die deze uitzending presenteren. We proberen na 25 jaar, Kalaal Jorkel, proberen we iets nieuws. Hoogwaarschijnlijk is het tijd voor aanpassing, is tijd voor verandering. Kalaal Jorkel heeft altijd één vaste presentator gehad, dus we hebben nooit twee presentatoren gehad. Oorspronkelijk is deze uitzending begonnen met mijn vader. Daarna voor een korte poos deed Ajay Babulalet voor een korte poos. En voor een iets wat langere poos hielp ook mee in deze uitzending Shailendra Girja Singh, die overleden is. Hij hielp ook een hele poos mee, tot hij zijn eigen uitzending had gemaakt. Wat ook kon natuurlijk. En daarna ben ik er alleen gebleven een behoorlijk aantal jaren. Dus misschien is het ook wel tijd om te kijken van hoe gaat het dan aan toe in een praatuitzending, waarbij mensen mogen inbellen. Dus het is geen monoloog als zodanig, want u mag ook zelf inbellen. U bent de derde participant altijd in deze uitzending, om te zien hoe dat gaat werken. In het Academisch Ziekenhuis, de vorige week, ik weet niet of dat intussen al hersteld is geworden, was er een defecte lift. Een defect lift. En het bleek dat mensen, hun patiënten of hun mensen die ze brachten naar het ziekenhuis, die op de hogere verdieping behandeld moesten worden, dat ze de mensen letterlijk moesten sjouwen naar boven. En dat is natuurlijk niet goed. Het Academisch Ziekenhuis heeft intussen bericht dat inderdaad er sprake is van een defecte lift en dat ze werken aan een oplossing. Want het is voor oudere mensen, ja, hoe doen dat nou eigenlijk? Want voornamelijk gebruik maken van een lift zijn mensen die niet goed op been zijn, of zijn mensen die de trap niet op kunnen. En er zijn ook beelden verschenen waarbij mensen inderdaad hun vaders en hun ooms letterlijk hebben gesjouwd de trap op. Wat het Academisch Ziekenhuis zegt, ze zijn bekend met het geval. Ze betreuren het uiteraard, zeggen ze. De onderdelen die moeten ingevlogen worden, die moeten komen. De parts zijn niet in voorraad lokaal. Dus ook die argumentatie van het Academisch Ziekenhuis kan ik iets wat begrijpen. Omdat vanwege COVID is het luchtruim ook gesloten. Het is ook niet meer gemakkelijk om te zeggen, zet FedEx in of DHL in en dan heb je het overnight. Dat kan voorlopig niet. Het komt wel, maar alles komt vertraagd. Dus ook daarvoor heb ik een beetje begrip. Maar ze zeggen ook wel dat ze maatregelen gaan treffen en ze zijn bezig te praten met een specialist. Ik weet niet of het al is opgelost. Om te zien of die afdelingen niet misschien naar beneden moeten komen voor de time being, tot het probleem van hun lift is opgelost. Maar ze zeggen dat ze eraan werken. Of het intussen verholpen is, is mij niet bekend. Serena, wat heb je nog voor ons voor vandaag? We zien dat het op het gebied van het arbeidsrecht behoorlijk rumoerig en onrustiger aan toegaat. De bonden die komen op. We hebben de SLM hebben we gezien. We hebben bond BSBB. We hebben directeuren die ook geschorst zijn geworden. Die is dat van Seel. De RVC die zit er nauwelijks en die heeft meteen de directeur geschorst voor een periode van een maand. We hebben gezien ook bij Greenheart ook dat er daar werknemers die loon niet kunnen ontvangen enzovoorts. Dus het gaat er behoorlijk onrustig aan toe. En natuurlijk een van de grootste problemen die dat veroorzaakt is het financieel gedeelte. We hebben de koers die is gestegen. En de bonden primair die willen dat de lonen aangepast moeten worden aan de koers. Er worden veelal nog oude koersen gehanteerd. En dan zeggen dan de organisaties, ja, we willen dat heel graag. We begrijpen de situatie. Maar als we dat doorvoeren, dan hebben we wel een probleem. En de vraag is, als ik je loonsverhoging geef, moet ik dan als gevolg neem dat ik de hele tent moet sluiten. Dus dat is het enorm probleem waar vele organisaties mee zitten. En dan heb je dan de bonden die in beroering komen. Dus het zit behoorlijk moeilijk. Niet alleen voor het bedrijfsleven, maar je hebt dan ook voor de ambtenaren, voor die hele werkende klasse. En je ziet het wordt steeds een stukje onrustiger op dat gebied. Er zijn ook rechtszaken gaande daarover. Dus ik ben bijzonder benieuwd hoe dat allemaal zijn beloop zal hebben. Oké, we komen straks daarop terug, Serena, want dit zijn brede onderwerpen waarover iedereen hoogwaarschijnlijk meer wil weten en ook een eigen mening op nahoudt. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Hallo.
Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik had een vraagje voor mevrouw Serena. En dat is, zou ze zo lief willen zijn om het verschil even uit te leggen om plegers, medeplegers en medeplichtigheid. Want er moet geen discussie daarover gaan ontstaan van wat is, heeft die meneer wel iets gedaan of niet gedaan omdat hij als medepleger is veroordeeld. Of was hij erbij of was hij niet bij. In elk geval om misverstanden te voorkomen, zou ik heel graag van mevrouw Serena willen horen wat de verschillen en wat de betekenissen zijn van plegers, medeplegers en medeplichtigheid. Alsjeblieft, dank u wel. Dank u wel. Dit is Kala Jorkal. Serena is vandaag mede-presentatrice van Kala Jorkal. Maar dat is op jouw vakgebied, dus daaraan ga ik niet komen. Ja, dank u voor de vraag. Inderdaad, er zijn verschillende plegers binnen het strafrechtelijk gedeelte. Niet omdat iemand het feit niet zelf gepleegd heeft, betekent dat hij daar niet bij betrokken is. En daar heeft het wetboek van strafrecht verschillende categorieën van om het simpel uit te drukken, de betrokkenen bij het strafbaar feit. Zo heb je degene die daar medeplichtig aan zijn, die worden eigenlijk op de min of meer dezelfde wijze gecategoriseerd als de plegers. Je hebt de intellectuele daders, die zijn degene die eigenlijk het feit, het brein zijn achter het feit. En die worden ook op die manier dan gestraft. Dat is om het simpelweg, om het in eigenlijk broken in chimchimoni zo uit te leggen. Oké, dan hoop ik dat dat duidelijk is. En dat heb ik vandaag ook waarschijnlijk ook wat geleerd, want ik ga ook leren, hè. Je moet niet denken dat ik nog, dat ik alles weet. Maar we hadden het daarnet ook over het feit dat je zei dat die directeur van Steel is geschorst vanwege het feit dat er een nieuwe RVC is gekomen. Maar ik denk dat de regering... Oh nee, die RVC is er, opmerkelijk is die RVC is er pas. Ja. En die is tot schorsing overgegaan, maar niet omdat die RVC er is, is die directeur geschorst. Althans, dat heb ik niet zo begrepen. Nee. Dus wat hoogwaarschijnlijk is gebeurd, is dat de directeur... is een directeur die geplaatst is tijdens het vorige bewind. En de regering is hoogwaarschijnlijk de mening toegedaan dat het bedrijf niet draait hoe het moet draaien. Dus je zou pas eventueel een directeur kunnen schorsen of whatever kunnen doen als je nieuwe RVC-leden hebt. Want die vorige RVC-leden die waren ook ingesteld namens het vorige bewind, waarvan velen weten dat niet de RVC, maar het bewind het desastreus beleid heeft gevoerd. Want de gevolgen daarvan die merken we nu. Dus je zou in principe eerst die RVC moeten vervangen, wat dan is gebeurd, zodat die nieuwe RVC, vanwege wat men bekende termen, nieuwe invalshoeken, nieuwe inzichten, gewijzigde beleidsinzichten, dat ze die directeur even parkeren, om dan van daaruit te kijken wat er in het bedrijf gebeurt. En dat hebben we bij een aantal bedrijven gezien, voornamelijk overheidsparastatale bedrijven gezien, dat RVC's zijn binnengekomen en directeuren zijn geparkeerd geworden. We hebben dat ook gezien bij de SLM, klopt, onder andere. En we zien ook dat alle bedrijven van die overheid, allemaal, misschien op één verdwaalde na, hoogstens op staatsolie na, die nog wat dividend toch geeft, weliswaar minder, maar ze geven wat, dat ze in principe allemaal verlieslatend zijn. Dus er zijn een aantal oorzaken dat die bedrijven niet goed hebben gedraaid. En elk bedrijf verschilt ook qua factor waarom ze niet goed hebben gedraaid. Dus zou je hoogwaarschijnlijk in een bedrijf een verandering willen brengen, en men denkt dat men het kan, dan zou je een nieuwe leiding moeten aanwijzen. Klopt, maar ik denk ook dat de hele manier waarop er wordt omgaan, want er zijn twee dingen die er spelen. Sowieso zijn bepaalde functies, die zijn, noemen ze politieke functies, dat begrepen we. Maar ik denk dat de manier waarop wordt omgesprongen met RVC's zijn, maar dat ook niet volledig juist is. Want wanneer structureel die parastatale bedrijven met uitzondering van een enkeling zoals een staatsolie verlieslatend zijn, dan moeten we echt gaan naar de wortel van het probleem. En ik denk dat men zodanig, zeker wat de functie van RVC lid zijn, zodanig gepolitiseerd is, waardoor niet de nodige deskundigen op de plaatsen worden gepositioneerd. Bijvoorbeeld als je kijkt naar SLM, vind ik, je zou niet any jurist daar moeten zetten. Je zou
zou een luchtvaartjurist daar moeten zetten. Omdat het luchtvaartrecht is zo gespecialiseerd dat je iemand moet hebben die die deskundigheid heeft, die die track record heeft. Je zou niet zomaar een finance persoon moeten zetten. Je moet iemand zetten die financieel inzicht heeft op het gebied van de luchtvaart. Maar wat gebeurt er? We zien die RVC-posten worden, eigenlijk wordt het gebruikt om vriendjes, family en friends te accommoderen die een bijdrage hebben geleverd aan politieke partijen. En eigenlijk mensen daar worden geplaatst die niet de nodige capaciteit hebben. Uiteraard de goede niet te nagesproken, want er zijn ook goede ertussen. Dus we gaan de goede dan, dat gaan we hun niet teniet doen. Maar over het algemeen is het naar mijn mening te gepolitiseerd, met als gevolg dat men niet de noodzakelijke capaciteit heeft om leiding te geven aan die organisaties. Dus als dat jouw uitgangspunt is, dan kan je in principe zeggen, er gaat in wezen niet veel veranderen. Ik geloof het niet. Want als je zegt van oké, een deel heeft de capaciteiten niet, de goede niet nagesproken, dan gaat er niet veel veranderen, want het is overigens de RVC die het beleid uitzet, of het beleid accordeert van zo'n bedrijf. En inderdaad, wat je zegt, RVC-leden moeten wel inzichten hebben over het bedrijf waarvoor ze zijn ingezet. Klopt, en ik daarom, inderdaad, ik ben over het algemeen heel erg hoopvol. Laat me maar haasten om dat te zeggen. Ik geloof ook nog steeds dat het goed komt met Suriname. De vraag is alleen wanneer. Maar als dat niet verandert, je kan niet, of althans, dat is een gezegde van Einstein, en ik vind dat een geweldige gezegde. It's foolishness to expect something new with the same actions. Het werkt niet. Je kan niet een ander resultaat verwachten terwijl je hetzelfde doet. Dus wil je dat er verandering komt, dan ga je je moeten vaststellen wat is de wortel van het probleem. Dan gaan we het daar aanpakken. En dan kan je dan een realistische nieuwe verwachting hebben. Maar als op dezelfde voet doorgaan, ja, helaas. We moeten wel met beide benen op de vloer blijven en kijken wat is realistisch. Oké. Kalajorkal. Serena Asset als co-presentatrice, hè? Houdt u daar vast. Niet als gast in de Rashid Pirkans Kalajorkal. Dus u moet niet denken, omdat ik met haar praat, dat u nu mag bellen. Hè? Want ik weet dat u een bepaalde structuur gewend bent in Kalajorkal. 25 jaar, dat wanneer u iemand anders behalve mij in beeld ziet, dan denkt u altijd, en zo bent u ook gewend, dat het een gast is. Dus we gaan vandaag duidelijk even onderscheid maken. Serena is geen gast. Ze is een mede-presentatrice en ze gaat ook eventueel op uw opmerkingen in, zover u een opmerking hebt. Maar u mag ook zoals gebruikelijk stelling poneren in Kalajorkal. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Goedemorgen, meneer Farid. Ja, goedemorgen. Gaat u gang. Goedemorgen, meneer Farid. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Serena. Goedemorgen. Ik had een vraag. Ik wou even vragen van de situatie van het land. Hè? Er zijn een paar aanhoudingen verricht. Hoofddraad is verdwenen. Maar is de president niet de hoofd? Hoe verdachte in deze van alles wat in het land is gebeurd, al die gelden, alles. Waarom roept men de president dan ook niet op ter verantwoordelijkheid? Oké, dank u wel. Ik denk dat die stelling begrepen is. Ik kan die mevrouw een klein beetje helpen. In de zin van door die mevrouw te zeggen dat u heeft het natuurlijk over de voormalige president. Als blijkt in het onderzoek die bij de procureur-generaal is dat de voormalige president ook verantwoordelijk is voor eventuele malversaties, mocht het zo gebeuren, dan zou hij ook eventueel opgeroepen worden. Maar daarvoor zou ook eerst een onschendbaarheid weggehaald moeten worden, dan moet men weer daarvoor naar de Nationale Assemblée gaan. Men gaat die procedure moeten inzetten. En als die Nationale Assemblée dat die mening is toegedaan, we heffen zijn onschendbaarheid op, daar kan de PG vrolijk gaan doorfietsen. Maar vooralsnog, dat bepaalt de procureur-generaal als wie dan ook, behalve de president, wie dan ook, medeverantwoordelijk is voor corruptieve misdaden, dat hij de bevoegdheid heeft ze eventueel aan te houden of op te roepen voor verhoor.
Ben ik goed bezig? Klopt, ja. Wil je niet als assistent op je kantoor hebben? Yes, jij assistent hier en ik assistent bij jou. Ja? Ja, nee, maar dat klopt inderdaad. Dus mocht dat zo zijn, dan is het aan de bevoegdheid van het Openbaar Ministerie om dat kenbaar te maken wie eventueel wel of niet vervolgd moet worden. Maar dat zal uit onderzoek moeten blijken. Ja. Kijk, die mensen maken zich over het algemeen zorgen en die vraag komt steeds terug. Mm-hmm. Hoefdraad is spoorloos. Er is een opsporing, een lokale nationale opsporing. Maar intussen is er ook een internationale opsporingsbevel uitgevaardigd geworden. Is het niet mogelijk dat men $1 miljoen zet, finders fee, en men bounty hunters op loslaat? Want het is geen ongebruik in de wereld dat bij mensen die gezocht worden, de FBI doet het, de CIA doet het, Interpol, lokale politieorganisaties doen het ook, dat men gewoon zegt, hey guys, we have $1 million for you, anyone who can get this guy. Kan dat? Ik weet niet of dat kan in Suriname, maar als u zegt het kan bijvoorbeeld, ik weet niet of hoe dat werkt bij de FBI. Ja, bij de FBI, als je op de FBI site gaat, dan ga je bij Bounty Hunters zien. Dan zie je die bounties. Ja, dan ga je die bedragen zien en dan gooi je Bounty Hunters op los. Als dat kan bij Interpol ook, dan zie ik geen reden waarom ze dat niet zouden doen. Maar de vraag is misschien interessanter, misschien zijn de belangen die spelen veel hoger dan die 1 miljoen bounty die ze willen zetten. Ja, maar kunnen wij niet telkens lokaal zetten, 1 miljoen SRD? Ja, nee, ik bedoel, er zijn wel burgers die 1 miljoen SRD willen verdienen, hè? Er zijn genoeg burgers die dat zouden willen. Oh, ze willen politiebanen zelf verdienen? Dat weet ik zeker. Want het is veel meer dan het loon wat ze verdienen. Als je nagaat 1 miljoen SRD, ik wil het eens dollar noemen. 1 miljoen, als je uitgaat, is een loon van hoeveel maanden, hoeveel jaren is dat niet? Ja. Want uiteindelijk wil je iemand pakken, moet je het van verklikkers hebben. Klopt. Niks anders dan verklikkers. Maar een verklikker gaat pas werken als je zegt van gooi een dubbeltje in mijn zak voor me. Ja, ja. Helemaal eens. Maar ik weet niet hoe dat eraan toe gaat. Ook niet in Suriname met bounties enzovoort. Dat weet ik niet. Maar inderdaad. Ga je het voor ons natrekken? Ik ga het natrekken, want inderdaad is dat wel een goede motivatie en incentive om te geven aan de mensen die mogelijkerwijs zouden kunnen weten waar meneer Hoefdraad is. Want we willen wel dat hij op het toneel verschijnt. Misschien niet alleen Hoefdraad. Er worden nog meerdere mensen gezocht, toch? Er wordt ook een meneer Putter gezocht. Klopt. Er zijn nog een aantal mensen, dacht ik, op de lijst. Klopt. En dan zet je aan de hand van de belangrijkheid, zet je de beloning. Ja. Want als mensen hun werk gaan doen, moet je ze ook belonen, toch? Klopt, de arbeider is de loon waard. Oké, dus je gaat voor ons kijken. Ik ga kijken. Ik zou gewoon $1 miljoen zetten. Mm. Ik zou grote billboards in het land plaatsen op die belangrijke wiegel. Van ons grote billboard. Gezocht. Mm. Pak hem. Als je hem ziet. Je weet, dat is die lucky, die stripverhalen, toch? Maar ik denk dat die mensen bang gaan zijn. Want ze weten dat eigenlijk money not there. Dus ga ik worden betaald wanneer ik hem heb gevonden. Nee, dat zou ook zeggen. Luister, ik wil het cash. Ik wil geen bestelbon. Want anders is wanneer. Nee. Zo één voorwaarde. Ik wil geen bestelbon. Want anders wordt het bijna net het 8 december proces. We zijn jaren verder. No. Ze moeten ook nog zeggen 1 miljoen cash. Cash. En coupures van 100. Ja? Dat is de burger ook zeker, toch? Precies. Oké. Kal Adjor Kal. We doen trial uitzendingen. Twee presentatoren. Serena en ik doen Kal Adjor Kal vandaag. We gaan testdrijven iedere zaterdag. Om te kijken hoe het na 25 jaar ook verder moet met Kal Adjor Kal. Altijd bent u 1 presentator gewend. En dit keer proberen we het voor het eerst met een female presentatrice. You never know that it is time for a female. You never know. Ik zei vorige keer ook, you never know it is time for a female president. Ook, who knows. We weten over het algemeen dat veel vrouwen ook afstuderen op onze universiteit. Veel meer vrouwen dan mannen. Maar we gaan daar ook straks over praten. Maar eerst de beller. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U spreekt met mevrouw Pandey. Ik heb een vraag aan Serena. Het gaat even over het verschil tussen de arbeidsovereenkomst en de aanstellingen van de arbeiders. Dus de ambtenaren, zogezegd. Wat ik heb begrepen uit de arbeidswetgeving is dat als er niet gewerkt wordt en er wordt geen loon ontvangen, dan is er, en er is eigenlijk geen gezagsverhouding, dan is er geen sprake van een vorm van overeenkomst en dan hoeft er ook geen loon betaald te worden. Dus wat ik niet weet is wat het verschil is tussen die ambtenaren. Dus nu wordt er geroepen van ja, we zijn aangesteld, geen beschikking,
we hebben geen loon ontvangen. Dus ik begrijp even de verschillen niet goed. Dat is mijn eerste vraag. Dus echt de verschillen tussen die twee zaken. In het ambtenarenwet en gewoon een normale arbeidsovereenkomst van de particulieren. Daarnaast heb ik nog een vraag over de journalistiek. Wat zijn nou uiteindelijk de ethische normen en waarden die journalisten moeten bezitten als zij een interview afnemen? Want ik heb laatst even geluisterd naar de, hoe heet het? Naar de pers, hoe heet het, van de regering. Dat zij een briefing hadden en er waren wat journalisten en er werden wat vragen gesteld. En ik vroeg me af van, die vragen die jullie stellen, die heb ik al eerder gehoord. Wordt er niet goed geluisterd? Of wordt er niet goed ingelezen voordat je bepaalde vragen stelt? Het geeft namelijk geen toegevoegde waarde. En over de ethiek, er wordt gewoon, het is op zo'n laag niveau. Als je de president van het land gaat aanvallen met betrekking tot zijn privé-aangelegenheden. Nou, ik vind het buiten alle proporties. Ik bedoel, dat soort vragen, dat zijn verrodderbladen. Dat is niet waar het publiek geïnteresseerd is. Het publiek is geïnteresseerd in het feit van, ik heb het nu slecht vandaag. Hoe gaat mijn toekomst er beter uitzien? Ja? En die gerichte vragen, die worden er niet gesteld. Het is half bakken en je schiet er niks mee op. Dus ik wil graag vragen van, hebben ze überhaupt wel een journalistische opleiding gevolgd? En weten ze überhaupt nog hoe ze moeten doorvragen? Dus niet zo half bakken een vraag stellen en niet goed doorvragen, want dat mis je gewoon. Je mist gewoon adequate informatie. Ja, wij moeten gewoon als volk onze informatie halen uit de bladen, uit Starnieuws, de Ware Tijd, noem maar op. En als je naar een persconferentie luistert, nou, je schiet er echt niks mee op, hoor. Helemaal niet. Het lijkt wel waste of time. Ik vind het zonde. Dat waren eigenlijk mijn opmerkingen en ook mijn vragen. Ik dank u wel. Oké, dank u wel voor uw vraagstelling en ook voor de opmerkingen. Dat zijn een heleboel vragen voor de nieuwe co-presentatrice in Kalaanskorn. Maar het is goed, die mensen zitten onder druk, hè? Ja, maar het is goed. By the way, je hebt nog een ander compliment gehad. By the way, die complimenten die ze krijgt, komt op mijn privé-mobiel. Houdt u dat vast? En dat komt helemaal uit Nederland. Oh, geweldig, dank dat, u. Want het zijn toevallig mensen die ik ken. Mm. En de mensen gaan mij niet zomaar iets zeggen. Mm. Want ze beschermen deze uitzending ook. En dus ze beschermen jou nu ook. Geweldig, dank u. Oké, ga je gang. Ja, het verschil tussen arbeidsovereenkomst en de personeelswet. En u haalde ook aan de gezagsverhoudingen. Dan wordt er geen loon betaald. Er zijn zelfs nog, er is nog een derde verschil om te maken. Maar laat me dit alvast zeggen. De vraag die eigenlijk gesteld wordt is, wat is een arbeidsovereenkomst? En dat bepaalt artikel 16.13a van ons burgerlijk wetboek. En dat zegt heel erg duidelijk dat wanneer er is sprake van een arbeidsovereenkomst, wanneer er 1. Een loon wordt uitgekeerd. 2. Een gezagsverhouding is. Dat betekent je hebt een werkgever die dus de instructies geeft over hoe het werk moet worden uitgevoerd. Dat is een gezagsverhouding dat die daar aanwezig is. Wanneer daarvan sprake is, er is nog een derde element. En dan is er dan sprake van een arbeidsovereenkomst. Als die elementen er niet zijn, dan is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Wat je ook kan hebben, is een overeenkomst dat het verrichten van enkele diensten. En daar is er dan geen gezagsverhouding aanwezig. Verder heb je dan ook nog de ambtenaren. Daar is een speciale de personeelswet voor van toepassing. Het verschil is eigenlijk de wetgeving die toegepast wordt. In elk geval wanneer we praten over een arbeider. Daar is het burgerlijk wetboek voor van toepassing. En de ambtenaar, daarvoor geldt de personeelswet. En dan heb je dan nog andere vormen van dienstverlening. Daar is ook het burgerlijk wetboek op van toepassing. Maar er zijn zoveel verschillende onderwerpen die daarbij komen bekijken. Als je verder gaat over de andere verschillen, zoals de ontslaggronden, zoals opzeggingstermijnen, het uitoefenen van nieuwe functies, al dat soort dingen, die zijn een beetje anders geregeld in de personeelswet en een beetje anders geregeld in het burgerlijk wetboek. Er zijn wel veel overeenstemmingen, laat me maar ook haasten om dat te zeggen. Maar het zou denk ik ons te ver voeren om in te gaan op al die verschillen, maar ik hoop dat in elk geval met de definitie ervan ik u een beetje op weg geholpen heb.
Oké, dit is Calandra Caldo. Er nog meer vragen voor jou, hè? Er was ook een vraag over de journalistiek, maar ik denk dat u de beste bent om dat te beantwoorden over die ethische normen binnen de journalistiek. Mijn uitgangspunt, altijd, wat ethische normen en waarden aangaat binnen journalistiek, ik gebruik rechtvaardigheid als uitgangsbeginsel. Ik hoef geen boeken te gaan lezen om mee te leren wat rechtvaardigheid is. Ik zeg altijd, rechtvaardigheidsbeginselen staan allemaal geschreven in mensen religieuze boeken. Iedereen die een religie heeft, welke religie dan ook, die hebben allemaal mooie elementen van hoe een mens moet leven en hoe een mens moet zijn. Dan hoef je misschien te zeggen in je praktisch gebruik van het dagelijks leven, zeg je oké, want we zijn niet allemaal zo 100% omdat we toevallig een Bijbel in ons hand hebben en omdat we een Koran hebben. Oh, jippiekajee, we zijn de heiligste. Nee, dat weer niet. Maar je moet de basisuitgangspunten, als je niet 100% meedoet met je religie, tenminste de basisuitgangspunten vasthouden in het leven. En wanneer je dat doet, dan komt er een stukje rechtvaardigheid. Daarom praat ik nooit van eerlijkheid, hè? Ik praat van rechtvaardigheid. En rechtvaardigheid is niks anders. Je moet het leven kunnen balanceren. Life is balance, zeggen we altijd. Althans, dat zeg ik. Dus wat mensen aangaat in dit vak, ja, ik oordeel niet over het geval dat zich recentelijk heeft voorgedaan, want dat is één. Maar mensen moeten zich gaan verdiepen in materies voor je een vraag gaat stellen. En als je de materie niet kent, en we spraken nog net erover toen we nog niet waren begonnen, dan kan je ook hulp vragen bij iemand die materie wel kent. Want neem aan, bij wijze van spreken, je gaf net een voorbeeld, als er specifieke zaken komen uit het wetboek van strafrecht, ja, dan zeg ik eerlijk, ik ken ook niet alles, maar dan ga ik wel iemand vragen die het wel kent. En op basis van specifieke materies ga je even verdiepen. En wanneer er een persconferentie is, dan moet je eerst verdiepen voor je een vraag gaat stellen. Ja, bij de journalisten weet ik ook dat er een onderzoeksplicht, of althans binnen die normering, heb je ook een onderzoeksplicht wat daar geldt. Dus het zou goed zijn, als natuurlijk de goede niet in aangesproken, als men daar het norm neemt daarmee en echt gedegen onderzoek gaat doen. Ik heb dit werk al vroeger gedaan, maar ik doe geen veldwerk meer. Veldwerk is huppelen naar een persconferentie. Want ik denk, als ik ga huppelen naar een persconferentie, dan gaan veel mensen aan die tafel huilen. Maar dat komt door levenservaring ook. Het komt niet door iets dat je plotseling weet, maar naarmate je ouder wordt, je specialiseert in je vak, je leert je vak, je wordt steeds beter erin. Maar uitgangspunt is, men moet weten wat men wil vragen. Men moet de basisconturen kennen. Ja, en al krijg je geen antwoord op je vraag, je kan altijd teruggaan naar je huiskamer en je eigen mening vormen in je artikel. Dat mag ook wel. Dus ik wil niet specifiek over dit geval praten, maar we hebben over het algemeen algemene journalisten hier, of zo je wilt verslaggever. Ik heb mezelf nooit een journalist genoemd, by the way. Hè? Nooit. Ik heb mezelf een verslaggever genoemd. Om journalist te zijn, dan moet je een journalistieke opleiding voor hebben. En daarvoor moet je naar school gaan. En dat is op hbo en universitair niveau. Dus ik heb dat nooit gebruikt, omdat ik geen journalistieke opleiding heb gedaan. Laat me dat eerlijk, ik heb broadcasting gedaan, dat vertelde ik je. En dat is weer wat anders. Want als je dat doet, dan ga je een beetje verder specialiseren. Maar, dus ik heb me nooit dat genoemd. Ook op mijn kaart, vroeger op mijn perskaart stond geen journalist. Ik schreef verslaggever. Omdat we algemene verslaggevers zijn. We weten van alles een klein beetje, maar we weten niet in totaliteit. Dus ik denk dat het is ook gekomen hoogwaarschijnlijk. Ik bespreek geen mensen, hou dat vast. Maar het is ook door de verloedering ontstaan van de afgelopen 25 jaar in ons land. Ik praat niet van 10 jaar, hè? Ik praat van 25 jaar. Waarbij de hele maatschappij in elkaar is gekelderd. Instituten, opleiding, normen en waarden. Alles is gekelderd in ons land. Dus om deze reboot te gaan doen, niet alleen op dit gebied, is het ook waarschijnlijk weggelegd voor een andere generatie. Ik denk het ook, ja. Want ik zeg, we hebben 2 generaties verloren. Niet 1, we hebben 2 generaties verloren. Dus we moeten hoop hebben voor die nieuwe kinderen. Ja, en ik denk dat waar we aan gaan moeten werken, de basis is eigenlijk onderwijs. Een deel van het onderwijs waar ik me
gestoord heb aan altijd, is eigenlijk hoe passief het eigenlijk gestimuleerd wordt. In Suriname is het vaak zo dat wanneer je te veel vraagt in de klas, ben je al heel snel brutaal, je bent vrijpostig, gooi je mond dicht. Dus eigenlijk over het algemeen, als ik kijk naar hoe ik in elk geval onderwijs heb genoten, zelfs op de universiteit, want ik ben niet zo lang geleden ook afgestudeerd. Je wordt echt als heel vervelend bestempeld in de klas wanneer je te actief bent en te veel wilt vragen en wilt praten. En ik denk dat zeggen we, als je vrijpostig. Je bent vrijpostig en je bent brutaal en je bent hinderlijk. Hou je mond dicht. Heb je thuis niet geleerd? En als je op de lagere school bent, vroeger in elk geval, ik weet niet hoe het nu is, kreeg je ook nog een klapper bij. En als je moeder had gehoord, dan kreeg je dan thuis ook nog één extra erbij. Je kreeg er twee bij. Je kreeg een baksies erbij. Ja. Dus, maar ik denk dat dat eigenlijk de basis qua onderwijs moet gaan veranderen. En ik heb de minister van Onderwijs horen zeggen dat eigenlijk het heel systeem van zo uit het hoofd leren, dat ze dat zelf niet, ze vinden dat niet al te goed. Voor sommige dingen wel noodzakelijk natuurlijk. Maar dat we eigenlijk op een andere manier de kinderen moeten gaan onderwijzen. En ik denk dat wanneer je aan de basis daarvan gaat beginnen, dat je hopelijk voor die nieuwe generatie die moet komen, dat er wel hoop is. Want de dingen die ik heb meegemaakt, ik ben dan echt op de universiteit over het wordt je bijna afgestraft wanneer je kritisch bent. Oké. Serena, we gaan even stoppen. We gaan naar een reclamebreak. En dames en heren, zijn we straks weer terug bij meer Kalajorkal. Houdt u vast, Serena Esser is vandaag geen gast in Kalajorkal. Ze is mede-presentatrice van gisteren, vandaag en morgen. Tot straks. Dames en heren luisteraars, welkom terug tot gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkans, Kal Ajorkal. Dit is de aflevering voor zaterdag 31 oktober 2020. Rashid Pierkans, Kal Ajorkal wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname. Mijn naam is Farid Pierkan en ik presenteer Rashid Pierkans, Kal Ajorkal vandaag samen met Serena Esser. En Serena en ik hebben een afspraak, het is goed dat u het weet, is dat we samen een aantal uitzendingen doen. Het kan 1, 2 of 3 gaan worden. Dat gaan we samen even bepalen. En aan de hand daarvan gaan wij het besluit nemen hoe we het vervolg na traject verder voortzetten. Na 25 jaar was het toch even een mooi moment om te kijken van moet Kalajorkal eventueel niet met 2 presentatoren gaan, waarbij Kalajorkal altijd 1 heeft gehad. En overigens kan ik u zeggen dat Serena geadviseerd is geworden door mijn dochter, Ambrien. Dat moet ik u ook zeggen. Want ik heb Serena nooit eerder zelf geïnterviewd. Klopt. Alleen de vorige week. En mijn dochter die is een fan van Serena. Ambrien. En die zei, pap, je moet kijken naar Serena. Ik zeg, oké. En waar? Want ik dacht dat het die tennisspeelster even was, toch? Ik zeg, nee, maar waar kan ik er bekijken? Welke tenniswedstrijd? Ik zeg, nee, is geen tenniswedstrijd. Check her out op Facebook. En ik heb er even 2 minuten... Ik had wel van haar gehoord, laat me dat wel zeggen. Het is niet dat ik er niet van haar had gehoord. Maar ik had er nooit gesproken. Dus wat gebeurt er? Als mensen je wijze adviezen geven, moet je ook naar wijze mensen luisteren. En dan zijn die wijze mensen ook nog je eigen kinderen. Want een kind moet altijd slimmer worden dan hun ouders. Dan pas hebben ouders succes in hun leven. Een kind moet altijd wijzer worden. Dus pakte ik die telefoon toch? Klopt. Of niet? Klopt, well, klopt. En dan hier zitten we dan. In het leven gaat het niet moeilijk als mensen samen iets willen bereiken en iets willen doen. Maar goed, je hebt meer complimenten gehad. Ik denk dat die mensen mij straks gaan vragen dat ik mijn ontslagbrief moet indienen. Maar goed, ik heb een oom in Nederland, Eddie Soumeer, die kijkt ook. En die is een scherpe kijker van mij en hij let ook op wat ik zeg. Dus hij verzoekt bij deze dat je moet adden als vriend op Facebook. Oké, ik ga meneer Eddie Soumeer, ik ga u zeker adden als vriend. En er is ook nog Audrey van Leeuwarden. Die complimenteert je ook, maar ze zegt even nog wel erbij. Je moet nog wel een paar uitzendingen in training blijven, maar ze vindt je wel flink. Oké, hartelijk dank, Audrey. Dus, Albert, je bent goed op weg. Oké, goed zo. Dus het gaat goed. Ja. Maar goed, voor we eruit gingen, by the way, onze telefoonlijn is weer open. Hou vast, Serena is geen gast, hè? Oké, dus we handelen er niet als gast. Ze is gelijk met mij hier in deze uitzending. Ik ben niet haar meerdere, houdt u dat ook vast.
Iemand gaf me door en zei plotseling, kijk, die verloedering is begonnen op 25 februari 1980. En die persoon is de mening toegedaan, we moeten de dag van 25 februari niet afschaffen als nationale dag. Die vindt, we moeten het juist aanhouden als de dag van verval begon. Beetje hard gezegd. Het is heel erg hard gezegd en de vraag is of het noodzakelijk is of het überhaupt een nationale vrijdag zou moeten zijn. Ik denk dat er een hele evaluatie zou moeten plaatsvinden over alle nationale vrijdagen. Ja, we hebben veel. We hebben echt veel. En okay. het is leuk, denk ik, voor de werkende klasse. Maar wanneer je zaken afgehandeld hebt, ja, weer een vrijdag. Okay, dus destijds was, tijdens de vorige regering, was er een commissie geïnstalleerd. Klopt. Om die nationale feestdagen te evalueren. Er is ook wel een rapport uitgebracht, maar we hebben nooit kennis genomen van de inhoud van wat heeft men echter erin besloten wat te doen. Mm-hmm. Dus er was al een commissie, er ligt daar een rapport van het vorige kabinet. Misschien is het wijs dat deze regering er weer naar kijkt. Van, moet het zo blijven? Mm-hmm. Moet het minder worden? Of moeten we misschien niet meer worden? Want dan kunnen we die hele tent één keer sluiten, want dat kan ook. Ja. Dat is ook niet moeilijk. Precies. Maar dat willen we natuurlijk niet. Laten we gaan. We hebben beller aan de lijn. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Bedankt voor het wachten. Meneer Pirkan, een goedemorgen. Mevrouw Erset, een hele goedemorgen. Goedemorgen. Het is namelijk zo, ik ben dus het volk. En meestal hou ik ervan om dingen te praten die de overgrootste deel van het volk zeggen wat ze wensen. En u en ik zijn ook op FB vrienden. I like it, mevrouw Erset, u hoor. We zijn ook op FB vrienden, u checkt mij, ik check u. Goed, u bent een vriendelijke vrouw, dat mag van u gezegd worden. Maar laten we over andere zaken praten, laten we over politieke zaken praten. Ik ben tussen het volk, ik luister naar het volk, ik ben tussen het volk. Maar ik wil vandaag iets behandelen wat een deel van het volk zegt. Want meestal hou ik ervan om te praten wat algemeen, zeg maar toevallig, wat ik vandaag ga behandelen is een deel van het volk. En ik vind het nodig om mijn stem hieromtrent te laten horen. Wat de meeste mensen vinden, niet een deel van het volk, wat zij vinden, is wat betreft de decembermoorden. Het is 38 jaar terug. Op het ogenblik is dit land in een crisis. Kijk naar onze koers. Er zijn heel veel problemen om op te lossen. Laat me zo beginnen. Ik heb hier namelijk 9 problemen. Laat me even snel beginnen. Nummer 1, er moet bij de politie geïnvesteerd worden. Nummer 2, onze infrastructuur, daar moet er zeker geïnvesteerd worden. De fileprobleem in Paramaribo, Noord, in Centrum, Quatta, Indira Gandhiweg. En onze infrastructuur moet er geïnvesteerd worden. In landbouw, onderwijs. Gezondheidszorg. Tigri is een probleem die opgelost moet worden. We moeten investeren dat wij Surinamers één volk, één natie worden. Er moet geïnvesteerd worden bij defensie, mevrouw Mathura en mevrouw waarop ik trots ben. Er moet bij defensie geïnvesteerd worden. Laat de militair weer de plaats krijgen die ze moeten krijgen. En zo kan ik nog veel meer noemen. Via deze weg zeg ik, een deel van het volk zegt, laten we de decembermoorden, de 8 decembermoorden, laten we dat met rust laten. Mevrouw Essert, u schudt uw hoofd, daarom zijn we vrienden op FB toch? Goed, laten we de decembermoorden, laten we die zaken met rust laten. We hebben op het ogenblik rust nodig in het land. We hebben vrede nodig in het land. Okay. En onze president Santos moet ook weten. Mensen die geen koperen cent betaald hebben, dus mensen die geen koperen cent gehad hebben, hebben voor hem gestreden dat hij vandaag president is. We hebben geen koperen cent gehad en we hebben gestreden voor hem dat hij vandaag president is. Los de problemen in vrede op. Laten we voor vrede gaan. December moeten laten we dat prima plaatsen. Prima, we hebben u begrepen. Ik ga kort maken. Ben gigado. Oké, dank u wel. We moeten het voor God laten. Heeft God het niet druk genoeg dat we alles voor God moeten laten? Ik denk dat hij het kan managen. Hij kan het managen. Hij kan het managen. Heeft een goede RVC daarboven. Heeft een goede... Er zijn wat engelen daar. Er zijn wat engelen. Dus ik denk dat het bestuur goed gaat daarboven. Maar we moeten het hier regelen. Maar zegt God in feite niet dat jij je zaken eerst op aarde precies moet regelen voor je bij mij komt? Precies. Wij hebben een... God zegt bid en werk. Dat is eigenlijk wat de Bijbel zegt. We moeten werken. Hij wil het werk, maar wij maar moeten het ook... Heeft het woord werk wel erin? Precies. Wij moeten ook ons deel doen. Dus ik denk dat... dit is mijn mening. Naar mijn mening zorgt het 8 december proces niet voor onrust. En ik denk dat argument...
is een van de argumenten die gebruikt is geworden. Het gevoerd wordt, in elk geval toen in het verleden, om allerlei juridische trucjes aan te wenden om het proces gestopt te krijgen. Bijvoorbeeld bij die resolutie was dat ook aangegeven van zogenaamd dat de staat niet veilig zou zijn en dat soort dingen. Terwijl er is geen sprake van onrust enzovoort. Wat er nu aan de hand is, is dat er zijn mensen vermoord geworden en de nabestaanden hebben er recht op om te weten wat is de waarheid. En daar is de strafrechter voor. Dus ik denk dat we de procedure, in elk geval het strafproces rustig zijn beloop moeten laten gaan. En het gewoon als op de voet volgen. Dit is Kala Jorkel. Die meneer had het ook over. We willen alles gedaan krijgen in het land. Ik ook. Geloof me, ik wil zelf een land hebben waar ik geen belasting betaal. Hoe leuk zou dat niet zijn dat we geen belasting hoefden betalen? Dat we dat gebouw konden dichtspijkeren. Maar voor we dat alles kunnen, infrastructuur, volksgezondheid, defensie, politie, we willen alles hebben. Want in principe gaat niks goed, laten we dat ook eerlijk vasthouden. Maar we weten ook hoe het is ontstaan. Maar we gaan niet terugblikken hoe het is ontstaan. En wil je vooruit gaan, daarvoor moet je werken. Wil die overheid die infrastructuur maken, dat kost geld. Willen we betere gezondheidszorg hebben, dat kost geld. Willen we beter politieapparaat hebben, dat kost geld. Niet alleen met, dus alles heeft te maken met geld. En we weten, this government is broke. Simpel als dat. This government is broke. En wanneer we zeggen, this government is broke, dan moet je verplaatsen in velen hun eigen situatie. Waarin velen van het volk nu niet meer uitkomen. Laten we dat ook zeggen. Komen niet uit. Dan mogen we alles eraan heen gaan plakken. En precies zo is die overheid, die komt ook niet uit. Dus zou die overheid de dubbeltjes moeten geven, dan moet die overheid die dubbeltjes ergens gaan verdienen. En verdienen, dat kost tijd. Dus we willen alles. Ik wil het ook. Ik wil meer hebben dan ik nu vandaag heb, maar dan wel door werken. Hè? Dus ik kan het gevoel van die beller begrijpen. Ik wil een goede straat hebben, ik wil 6 banen hebben, ik wil 8 banen hebben. Waarom flyovers. Niet? Ik wil flyovers hebben, ik wil die trein nog hebben. Ja, die trein bij die trein, ik wil het nog hebben. Waarom ook niet? Ik wil het nog hebben. Dus alles kost tijd, kost geld, kost manpower, kost ontwikkeling, kost mensen met kennis. Want je moet ook mensen met kennis hebben, want je hebt ook landen die veel geld hebben en toch bankroet zijn. Veel geld hebben en toch failliet zijn, omdat ze de kenniscapaciteit niet hebben. Dus je moet beginnen bij je kennisontwikkeling. Meer brains, good people. Dan ga je zien dat we dat geld, als we dat ooit hebben, ook beter gaan besteden. Want anders gaan we straks ook veel geld hebben. Dan gaan we het weer verknallen. Kijk maar naar Venezuela. Venezuela heeft de grootste oliebronnen in de wereld. Maar vandaag aan de dag is een van de armste landen op aarde. Waaraan ligt het? Dus daarvoor kunnen we heel veel verhalen aan elkaar regen. Maar we zitten allemaal in een benarde situatie. Ja. Interessant is ook meneer Elias van Staatsolie die echt erop hamert dat we moeten gaan discussiëren over hoe zullen we omspringen, hoe zullen we omgaan met de gelden die zullen voortvloeien uit de oliefondsen in Suriname. En die nationale discussie, die moet nog op gang komen. Dus ik hoop dat de regering nota neemt van de roep, in elk geval van meneer Elias van Staatsolie, om die nationale discussie op gang te brengen. Want we moeten nu al goed gaan brainstormen en ons gaan klaarmaken over wat gaan wij doen wanneer het zover is. Er wordt al gebrainstormd en er zijn wel commissies al in werking, maar daarop kom ik straks terug. Okay. Dit is Kala Jorkel. Bedankt voor het wachten. U bent in de uitzending. Goedemorgen, meneer Farid. Kan ik wat reageren? Ja, u mag. Gaat uw gang. Ja? Ja, wolse keer. Ja, ik heb... Het land in de crisis. Er is geen geld. Ze weten dat er geen geld was voor de... Maar waarom zijn ze naar Holland gegaan? Holland gaat niks doen voor de Suriname. Zoveel jaren lang heeft Holland als achtergehouden. Ja, daarom heb ik... En nu gaan ze 2 bruggen bouwen. En gaan ze me naar IMF om geld te lenen. Ja? Ja, geld te lenen. Hoe gaan ze betalen? Die vorige regering heeft geld geleend. En nu
moeten ze betalen. En u gaat de regering, deze regering, geld lenen. Oké, ik heb u begrepen. Naar buitenland, naar Nederland. Waarom gaan ze niet andere landen? China heeft zoveel gedaan hier. Waarom gaan ze niet met China? Ik ga u straks uitleggen. Bedankt. Oké. Ik ga u straks uitleggen. Internationaal, laat me u beginnen bij China in vergelijking met India. India heeft pakweg 1,3 miljard, 1,4 miljard mensen. China heeft min of meer dezelfde populatie, min of meer. China is werelds tweede economie, grootste economie. Voorheen was het Japan, nu is het China. Het ligt in de lijn der verwachting, volgens berekeningen van deskundigen, dat China werelds grootste economie wordt rond 2050, want China heeft een streven om dat te worden. Ze hebben een doelstelling om dat te worden. De Chinese regeringspolicy is, u moet de internationale policy van governments eens kennen, heeft een policy, luister, ik bemoei niet met jouw interne aangelegenheden en jij moet ook niet zeuren over die van mij. Met andere woorden, je moet mij niet komen vervelen over mensenrechten schendingen. Je moet me niet komen vervelen dat mijn mensen geen sociale voorzieningen hebben. Dus je moet niet zeuren en dan zeur ik jou ook niet. Dat is hun policy altijd geweest. Het is geen nieuwe policy. Aan de andere kant heeft China een policy van ik help je middels soft loans, wat ze noemen leningen. In feite is het niks anders dan een georganiseerde bank. Met andere woorden, als je die leningen van China niet gaat betalen, is krediet, dan leggen ze ook beslag op jouw tegoeden. Zo simpel werkt het. Het werkt niet anders. Dus landen die dan geen eigen geld hebben, zogenaamde paria-staten, die nemen alles van China aan, omdat het is zo goed als gratis geld die je op middellang termijn moet betalen. We zien het vooral in Afrikaanse landen gebeuren. Veel in Afrikaanse landen gebeuren. Maar we zien het in onze regio, in het Caribisch gebied, voornamelijk in Suriname gebeuren. In Guyana is het in minder mate gebeurd. In Trinidad nog minder is het gebeurd. Dus je kan het wel doen, je mag het wel nemen, maar ik zeg je moet altijd lenen wat je terug kan betalen. Dus ik zeg niet dat lenen slecht is. Lenen hoeft niet slecht te zijn. Maar je kan niet meer karja nemen dat je niet kan betalen. Dus je moet het vertalen als je eigen huishouding, toch? Maar je moet het dan in een landsverband zien. Wat Nederland aangaat, heeft iedereen zijn eigen mening over het land, over de voormalige kolonisator. Maar laten we elkaar niet voor de gek houden. Nergens ter wereld gaat een landje helpen als Nederland. Nergens ter wereld. Nederland, we praten Nederlands. We hebben familieleden daar. Vele van onze afgestudeerde specialisten, ingenieurs, allemaal komen van Nederland. Ze komen niet van China, ze komen van Nederland. Omdat we gewoon die verbinding met Nederland hebben. Zo simpel is dat. Ze komen niet van Oxford, ze komen niet van Harvard. Ze komen nog meer van de University of the West Indies. Ze komen van Nederland. Het is gewoon dat we daaraan gekoppeld zijn vanwege de ellenlange relatie. De vraagstelling is altijd, hoe wil jij met Nederland omgaan? Dat is altijd die vraagstelling. En Nederland kijkt nu ook anders naar jou. Want die nieuwe generatie in Nederland, die heeft geen emotionele redenen meer met ons. Hè. Dat was de tijd van Jan Pronk en Den Uyl, die konden nog huilen. Dus Nederland heeft nu een ook meer zakelijke houding. Wat Nederland wel kan doen, Nederland kan wel de deuren in de wereld openmaken voor jou, die gesloten waren voor jou al die tijd. Houd dat vast. Nederland is een klein land, maar is een machtig land, is een triple A country. Wat ik bedoel met triple A in ratingbureaus van Moody's, Finch, Standard & Poor's, ze hebben de hoogste gradatie in de wereld qua ontwikkeling in een rating agency. Dus je moet deze landen gebruiken, benutten en waar nodig misbruiken door hun goede internationale contacten. Want zij doen die deuren voor jou open. Zij doen die deuren voor je open. Dus het is altijd balanceren hoe je met die landen omgaat. Maar als we allemaal gaan zeggen, ja, we gaan niet werken. Ja, geloof me, je gaat alleen maar dobberen in de wereld en niemand kijkt meer naar je, hoor. Maar over staatsolie kom ik straks. Maar ik heb wel een beller. Oké. Okay. Heb je een probleem ermee? Nee, tuurlijk niet. Je mag een probleem hebben, want je bent mede-presentatrice. Nee, maar de bellers die gaan we zeker te woord. Geweldig. Ja. Ze leert het al, hè. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Bedankt voor het wachten. Goedemorgen, meneer Tierkan. Goedemorgen, mevrouw Serena. Goedemorgen. En ik zeg God zegen aan u allen. En ik zeg God zegen aan de hele wereld. In het kort mijn mening ventileren, namelijk wat mij hindert is datgene. Misschien, ja, ik weet het niet, maar ik zeg de kwestie Tigri, de stuk land daar, betwistgebied, behoort tot Suriname. Het is van Suriname.
En ze hebben een besef gehouden. De Guyanese, als ik het goed heb namelijk, dat is het vanaf 1969, hebben ze een besef gehouden. Zover ik het weet, is het stuk land daar, het stuk grond daar, behoort tot Suriname en niet van de Guyanese. Mijn bezwaar daaraan is namelijk, gaan we toch met deze mensen in zee, gaan wij toch een brug bouwen 50-50? Ik zou zeggen, liever een brug, liever vandaag dan morgen een brug over de Suriname rivier. Laat de macht hebben de bevolking even interviewen en vragen wat ze over vinden. Een brug over de Suriname rivier of over een brug over de quarantaine. Ik ben geen voorstander daarvan. Wat men over te gaan denken, et cetera, laat ik aan hun nu over. Punt 2 is het namelijk, wij zitten in een crisis in Suriname wat geld aangaat, financieel aangaat. De president had het aangehaald in Nikeri, was hij. Hij zegt, hij zou de erfpacht verkopen en maken tot eigendom. Ik vond het en ik vind het hartstikke fijn. Maar nu hoor ik niks meer. Ik zou zeggen, de erfpachtgronden, huurgronden, maken tot eigendom. En daar hebben we ook veel geld krijgen wij gelijk binnen. Want die worden verkocht. Dat is maar een x-bedrag, houd maar op 10 euro per vierkante meter. En de erfpacht, eigendom, heb je veel meer zekerheid dan erfpacht en grondhuur. Eigendom is eigendom. Men komt niet eraan. Dus vanaf die dag heb ik niks meer vernomen van de president. Ik zou graag willen weten, gaat het door of gaat het niet door? Want het zijn duizenden en tienduizenden mensen die erfpacht hebben en grondhuur. Prima. Toch? En dan hebben we geld binnen, toch? Los daarvan, ik had een keertje, ik zeg keer op keer, meneer Farid, datgene van, wij geven 50.000 en 100.000 hectare aan concessies, zouden we dat stukje, niet het land, maar dat stukje nu kunnen verkopen, hoeveel geld hebben we niet dan gelijk naar binnen? Oké. Dan hebben we geen crisis meer, toch? Dan ga maar het arme volk maar uitbuiten en die wordt duurder en die worden en die wordt duurder. Meneer Pierkaan, ik ben er geen voorstander van. Daar hebben we dat ook begrepen. Dank u wel. We hebben het begrepen. Het zijn drie onderwerpen die de meneer heeft. Welke wil je hebben? Ik pak één, jij pak twee. Welke wil je hebben? Conversie. Ja, conversie. Oké, kijk wat je kan doen. Ja, het is aangegeven dat bij conversie van erfpacht en grondhuur, of althans je hebt meer zekerheid als het eigendom is. Ik wil daar heel kort wat over zeggen. De wetgeving is daar wanneer het gaat om domeingrond. En erfpachtgrondhuur is net als eigendom een zakelijke titel. Je kan het verkopen, het valt in de boedel wanneer u komt te overlijden, et cetera. Ik denk dat we eigenlijk moeten gaan richting een balancering zoals u net zei. Want het zou niet wijs zijn van de staat om alle domeingrond uit te geven in eigendom. Omdat je anders dan weinig grip hebt dan op de grond. Op het territorium van Suriname. Dus inderdaad is het een mogelijkheid om delen van domeingrond over te gaan tot conversie daarvan in eigendom en het te verkopen. Want dan krijg je zo geld in het laadje. Maar we moeten daar heel strategisch mee omgaan. En ik heb de president ook horen zeggen dat dat in het verschiet ligt. Ja. Dus we zijn benieuwd hoe dat eraan toe gaat. Maar wat de zekerheid betreft, dat je meer zekerheid hebt met eigendom. Ik denk dat het een kwestie is van het goed handhaven van die wetgeving op domeingrond, met name nu grondhuur. Want er zijn enkele discussiepunten, juridische discussiepunten, waar ik nu niet op inga, maar los daarvan, als de wetgeving richtig verloopt, dan zouden die onzekerheden weggewerkt kunnen worden. Geweldig. Ik wil even wat aanvullen. Als die meneer het niet weet, dan weet u het bij deze. Er is reeds een werkgroep ingesteld bij het ministerie van RGB om ernaar te kijken, want je kan het niet overnight doen. Je moet naar alle wetgevingsmaatregelen kijken. Je moet kijken welke regelgeving ik wil aanpassen om dat nieuw element door te voeren. En dat doe je niet morgenochtend. Want je kan geen juridische fouten maken dat mensen je ook slepen naar de rechter. Dus er is al een commissie die ernaar kijkt. Zoals gezegd is het zogenaamd populaire grondconversies, het grondverkopenmodel om het populair te zeggen. Omdat die staat werkelijk daar wie meer voor in. Maar geloof me, al had je mij daar gezet voor 3 maanden, ik had dat niet kunnen flikken in 4 maanden. Omdat je moet zaken goed bestuderen.
Je moet zaken goed uitwerken. Je moet weten planmatig hoe je het gaat uitvoeren. Dus het komt wel. En ik ben er zeker van dat het nog binnen een jaar komt. Binnen een jaar komt. Omdat ik weet dat er al een werkgroep daarvoor is. Dus mensen moeten ook af en toe geduld hebben. Want het is niet, oké, hier heb ik een stukje grond, u wil het kopen, je hebt je cahier. Dus dat werkt ook even niet zo. En ten aanzien van het feit, die bruggendiscussie, daar heb ik een eigen opvatting over. En mensen moeten twee dingen begrijpen. Ten aanzien van die grensconflict, daar wil ik even parkeren. Maar bruggen met twee landen verbinden, dan heb ik niet een brug intern in je eigen land, want dat verbindt oevers met elkaar in je eigen land. Maar twee landen verbinden brengt mens tot ontwikkeling. Brengt mensen tot ontwikkeling. Het brengt zoveel voordelen mee. Transport, export, ontwikkeling van kennis. Mensen kunnen zich makkelijker, sneller verplaatsen. Overal in de wereld zie je dat landen zich ook met bruggen verbinden. En er is een jarenoude plan dat mensen het gewenst is dat Zuid-Amerika, niet Suriname, Zuid-Amerika zich met elkaar verbindt. Dus er zijn al wegen van Brazilië naar Guyana. Er is ook al een brug van Brazilië naar Guyana. Dus het is ontsluiting van Zuid-Amerika. Zo moet u dat verhaal ook vertalen. Want je kan niet in de nultijd blijven. Wat dat geld aangaat, en daar begrijpen mensen het hoogwaarschijnlijk een klein beetje anders. Dat geld gaat niet komen uit je begroting, want je hebt geen geld. Dat geld gaat moeten komen uit internationale fondsen. Fondsen die buiten liggen. Dan heb je fondsen over de World Bank. Je hebt fondsen van de Europese Unie. Je hebt fondsen van de IDB. Je hebt fondsen van OIC, ISDB. Dus het komt niet uit je eigen begroting waar geld moet gaan naar onderwijs, want je hebt geen geld. Dus het is een misvatting. En deze fondsen gaan die landen gezamenlijk zoeken. Niet Suriname gaat het zoeken. Guyana en Suriname gaan het zoeken. En aan de andere kant van de Marowijnen zijn het de Fransen en Suriname. Want er zijn twee landen. Hè? Is een cost-sharing project, noemen ze dat. Dus wanneer we denken, het komt aan onze eigen begroting. Het komt niet, we hebben geen geld. Dan van jouw bouwbrug. We kunnen niet eens een houten brug nu bouwen, bij wijze van spreken. Dus het gaat van internationale fondsen moeten komen. En dat gaat een poos duren om te zoeken. Maar je kan niet zeggen, ik begin niet te denken. Je kan niet zeggen, je moet beginnen te denken. En wanneer je ooit zo ver bent, dan breng je tot uitvoer. Dus het denken is niet slecht. Zodat wanneer je dat geld ooit hebt gevonden, en dat kan over 2 jaar, kan over 3 jaar. Het kan ook zijn dat wanneer we die olie hebben gevonden, dan heb je je plan al. Maar dan ga je niet beginnen te denken, want dan heb je 4 jaar verloren. Dus ontsluiting van gebieden is noodzakelijk. En ook met Marowijnen is het noodzakelijk. Als Marowijnen zich ontsluit met die Franse kant, weet je wat je daar krijgt? Heel Albina gaat zich ontwikkelen. Wat denkt u? Mensen gaan bedrijven opzetten. Mensen gaan free zones willen opzetten. Mensen gaan business willen doen, omdat je een connectie hebt met Europa. Want u moet niet vergeten, Frans-Guyana is geen dorp. Frans-Guyana is Europese Unie. Is het enige territorium waar Europa naast ons ligt. Dus je moet het in een meer breder verband zien. En willen we een brug bouwen in Suriname, over de Suriname rivier, dat kan, waarom niet? Maar dan ga je het wel van je eigen begroting moeten halen. Ja. Dat gaat niet van een externe fonds komen. Want dat is een local investment. Een local investment, dat gaat van je begroting moeten komen. Of je gaat een crediteur in het buitenland moeten vinden die het gaat bouwen. Dus er zijn verschillen wat investeringen aangaat. Dus een brug over Suriname rivier kan geen kwart. Voorlopig heeft men alsnog gezegd, er komt geen extra brug, want die gelden hebben we niet. Wat er wel komt, er komt weer een veerverbinding. Er komt weer eens. We moeten het in een breder perspectief bouwen, maar het gaat niet morgen komen. En we moeten niet zeggen dat we moeten stoppen met denken. Maar belangrijk is inderdaad wat die meneer wel zegt. De regering moet zich eerder concentreren en haar mikpunt zetten op de noden die er nu zijn. Nu. Want mensen hebben geen verhalen. En het boeit mensen echt niet wanneer je gaat zeggen, ik ga een brug bouwen. Dan maak ik dat faf mee. Dan met de in de film nou. Precies. Dus dat boeit ze niet. Maar wat ik bedoel, je moet niet stoppen met denken.
Ben ik groot of niet? Ja, helemaal eens. Ik denk dat je mag ook zeggen dat ik fout ben. Ja, nee, ik ben het ermee eens. Ik denk dat het belangrijk is dat we deze tijd moeten gebruiken om ons onderzoek te doen, om de vraag te kunnen beantwoorden hoe noodzakelijk is het en welk rendement levert het ons extra. Correct. Op. Dus ik zeg, je moet altijd blijven plannen. De vraag is alleen maar, wanneer ga je het uitvoeren? Plannen betekent nog niet uitvoeren, maar we kunnen niet stoppen met denken. Zo hebben we gezien dat... Ja, oké. Wat heb ik eraan als ik die uitzendingen steeds te doen en mensen komen het overlijden? Het lijkt alsof ze op mij wachten op de zaterdag. Maar je gaat het nog niet bekendmaken, anders gaat het even... Nou, laat me dat wel even bekendmaken, hoor. Het is een familielid van me, hè? Jee. Weer een droevige mededeling maakte ik eerder bekend bij de aanvang van deze uitzending. Dat onze goede vriend Ralf van Keken gisteren is komen te overlijden. Kreeg ik net het bericht dat ook nu een familielid van mij in Nederland is komen te overlijden. Dat is Shafid Isaak. En de familieleden weten wel wie ik bedoel. Shafid Isaak is overleden in Nederland. Maar om het dichterbij te brengen voor u wie hij is, van wie, dat is de broer van de heer Shabir Isaak. En Shabir Isaak, ja, als je de contrainer van Hindus, voornamelijk in de hoes van de Hindustaanse gemeenschap woont en je kent Shabir Isaak, dan ben je hoogwaarschijnlijk van Mombi en niet van Suriname. Shabir Isaak is de man van Hamtum Orwo, waar iedereen naar luistert rond 6 uur. Dus zijn jongere broer is overleden daarnet in Nederland. Maar goed. We krijgen het achter elkaar, hè? Selena. Ja, gecondoleerd aan de familie, ja. De nabestaanden. Oké, we gaan verder met Kala Jorkel, want wij moeten wel doorgaan in het leven. Waar waren we gebleven? Bij die brug waren we gebleven. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat we onderzoek moeten doen, want we hebben een beller. Nee, we hebben nog geen beller. Oh, we hebben nog geen beller. Ja, nee. We moeten gedegen onderzoek doen om die vragen te kunnen beantwoorden. Want de beller zei ook, we moeten het volk vragen waar het volk het liever wil. Ik ben er voorstander van dat we onderzoek doen en goed vaststellen waar is het noodzakelijk en wat levert het land het meeste rendement op, zodat wij onszelf niet in de vingers snijden. Ja. En we echt op basis van goede prognoses, gedegen onderzoek, een besluit nemen. En niet op basis van wat denken we misschien. We moeten gewoon goed ons huiswerk maken, zodat wanneer we gaan onderhandelen voor eventuele fondsen, dat wij geen zwakke onderhandelingspositie hebben, maar goed weten waar we over praten en wat het belang is van Suriname. Belangrijk is ook wat je moet weten en wat mensen ook waarschijnlijk moeten weten. Fondsen gaan je ook niet helpen als land wanneer ze weten dat je je schulden niet kan betalen. Want als een fonds je helpt, dan willen ze ook hun geld hebben. Maar nu zien we bij wijze van spreken dat we nu al onze schulden niet kan betalen. Dus niemand zit te trappelen om te Suriname, ik heb een zak geld voor jou. Want die mannen weten, je bent een one-betaler. En wie wil een one-betaler geld geven? Niemand. Dus wat er eerst moet gebeuren, en dat doen ze nu, ze moeten eerst een deal maken met hun grootste schuldeiser nu, dat is Oppenheimer. En wanneer er een agreement is gesloten, dan gaat de wereld toe zeggen, oh ja, de man is een paai, de man is een paai. Maar zo, ik vertel het een beetje makkelijk, maar wie zou Suriname geld willen lenen? En ze zeggen van, je kan die ene niet betalen, dan weer geld van mij, ben je gek in je hoofd. Ja. Dus ik vertel dat een beetje makkelijk, maar zo gaat het in het echt leven ook aan toe. En ook met organisaties. We hebben een beller, laten we kijken. Goedemorgen, u bent in de uitzending, bedankt voor het wachten. Goedemorgen, meneer. Meneer Pierkan, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik bel helemaal uit Nikeri. Ik groet ook Serena. Serena is het nog. Goedemorgen. Ja. Ik wilde even iets kort naar voren brengen, hoor. Kijk, wat ik hinderlijk vind, hoor. Kijk, ik kwam vaak in de stad en ik zie soms wanneer een minister of de vicepresident over straat rijdt, dan zijn er zoveel volgauto's en zoveel bodyguards. Ik weet niet, want kijk, als je naar Nederland kijkt, laten we eerlijk wezen. Premier Mark Rutte is een heel belangrijk persoon. Holland is een heel belangrijk land, alhoewel kleiner dan Suriname qua oppervlakte. Maar hun rol in de wereld is heel cruciaal. Iedereen houdt rekening met Nederland. In de EU ook, overal. Maar weet je hoe Mark Rutte naar het werk gaat? Die man gaat op zijn racefiets met zijn rugtas zonder bodyguard.
Maar hoe kan het daar wel? Nederland is een groot land, want iedereen niet iedereen kent. En Suriname is een klein landje, iedereen kent iedereen. Waarom moeten de ministers met zoveel volgauto's rondrijden? Waarom zoveel bodyguards? Dat wil ik even naar voren. Maar ik weet het niet hoor. Ik begrijp het. Nederland, Rutte op de race, heel eenvoudig, zonder bodyguards. Hoe kan dat? Dat wil ik naar voren. Ik begrijp u. Dank u wel. Ik ga u omzichtig proberen te helpen daarmee. Inderdaad, het stoort. Het stoort mensen dat ze Amsterdamers zien met veel volgauto's en loeiende sirene. Het stoort mensen. En mensen zien dat meer als een show-off van wanneer je het nooit hebt gehad in je leven. Als een show-off. Aan de andere kant is veiligheid van Amsterdamers wel belangrijk. De vraag is alleen hoeveel veiligheid, want daarover hebben we het. Hoeveel veiligheid. Dat is wel belangrijk, want je moet maar één gek hebben. Eén, je hebt er niet twee voor nodig. Hè? Je moet één gek hebben en het gaat fout. En voor wat Nederland aangaat, Nederland heeft een interne, goede binnenlandse beveiliging. Hun binnenlandse beveiliging is intern al goed afgeschermd. En misschien weet u dat niet. U mag Rutte op zijn fiets zien. Dan ziet u hem. Maar er zijn wel veiligheidsmensen in de omgeving die je niet ziet. En die zijn een burger. Die je niet ziet. Want ze gaan niet zwaaien met een oesie, jepikaje, ik loop achter Rutte, ook op. Of wat ik daarmee zeg, hun interne binnenlandse veiligheid is ook goed afgeschermd. Dan wel met wat we noemen onzichtbare beveiliging. En geen zichtbare, hier doen we het zichtbaar. 20 volgauto's, 16 oesies. Dat is zichtbare beveiliging. Dus bij hun is die onzichtbare beveiliging verdomd goed. Je ziet ze niet. Maar ze zijn er wel hoor. Wat ik mij afvraag is sowieso, zijn er protocolaire zaken wanneer het de veiligheid betreft. Los van de ambtsdragers, maar ook van meneer Pirkan, directeuren enzovoort. Ik denk dat we wel moeten gaan kijken, zeker in die crisis waarin we zijn, over de hoogte van de kosten van de voertuigen waarmee er wordt gereden enzovoort. En niet alleen, want nogmaals, je moet protocol in acht nemen omdat de veiligheid, zeker van hoge ambtsdragers, belangrijk is. En dat moet gegarandeerd worden. En daar heb je kosten voor nodig. Maar je moet ons soms wel afvragen als voor de meeste. Je hebt soms simpele directeuren die in schandalig dure auto's rijden. Toch die duizenden dollars kosten. En dan moet je afvragen, maar is het noodzakelijk? Toch dan heb ik dit over het algemeen. En ik denk wel dat we daarna gaan moeten kijken. Waarbij wij ons moeten afvragen, is dat niet een post waar we ook op zouden kunnen bezuinigen? Oké, we komen straks daarop terug. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Dit zijn Serena en Farid in Kalahanjorkal. Bedankt voor het wachten. Gaat uw gang. Ik spreek met Juan. Ik heb het over het, die veerverbinding. De president zegt, ze kan twee veren plaatsen, toch? Maar als je twee plaats, dan die veer aan de overkant, de verbinding komt precies op de kruising van de commissaris Terkoeweg, toch? Dan ga je een drukte daar weer krijgen. Dat, waarom? Het is mijn mening, hoor. Vroeger hadden we een veerverbinding ook op Leeuwensberg. Dan zit je één op een Meerzorg, één op Leeuwensberg. De drukte van Waterkant gaat naar Leeuwensberg ook. Ja, dat meneer Farid? Ja, ik luister dan. Ja, dus ik hoop dat de president luistert, zet twee veren, één op een Meerzorg, één op Leeuwensberg. Dan komen die mensen, we komen weinig, ook sneller thuis. Okay. Er komt geen file daar. Dank u wel. En ik wil bij Sabir coördineren, om me heen gaan van zijn broer. Ja, het Shabhai. Oké. Ja, dank u wel. Dank u wel. Dit is Rashid Pierkans, Kalahanjorkal. We doen het live. Taal is machtig. U moet zich op uw gemak voelen wanneer u naar Kalahanjorkal belt. Wij schermen niemand af om een bepaalde taal en of dialect te bezigen, zolang wij het ook wel verstaan, houdt u dat ook wel vast. Dus wanneer mensen machtig zijn in het Hindoestaans en u wil u uit in het Hindoestaans,
kunt u dat ook doen. Ik kan het vertalen. Wanneer mensen in Sranatongo willen praten, doet u dat ook. Doet u dat in de taal die u machtig bent, want dan ben ik er zeker van dat u meer gaat willen zeggen, beter gaat kunnen zeggen en uw geest beter tot uiting gaat kunnen brengen. Wat de veerverbinding aangaat, heb ik één opmerking. Ik weet vooralsnog niet waar het komt, die opmerking. En het wordt een roll-on, roll-off system veerboot. Het worden geen veerboten, begrijp ik, à la de oude SMS-systeem, waar je allerlei capriolen moest maken op die veerboot voordat je auto geparkeerd kreeg. Dat worden het niet. Het worden van die moderne veerboten, begrijp ik, waar je erin rijdt. En je rijdt er recht door de ruit aan de andere kant. Dus je hoeft niet te keren. Is het zogenaamde roll-on, roll-off systeem veerboot, dat overal in de wereld is. En waar die meneer het over heeft, is spreiding van de drukte. Daarover heeft het niet zozeer, dacht ik, over veerboot, maar heeft het over de spreiding van, hey, zet hem op twee locaties, hij heeft aangegeven, zodat je geen belemmeringen krijgt in het verkeer. Alles kan, maar dan praten we weer voor een dubbele veerboot, en dan praten we weer voor dubbel geld. Maar het idee van verspreiding, dat is begrijpelijk, maar dat betekent dat er meer centen op tafel gaat moeten komen. Klopt, wat we nu niet hebben. Dus we moeten heel wijs omgaan met de projecten die we willen uitvoeren. Wat we precies gaan doen, wat geniet prioriteit, wat niet. Zodat wij uit die crisis kunnen komen. En ik denk in elk geval dat we moeten gaan naar het verhogen van de verdiencapaciteit. En dus moeten gaan richting investeringen in de productiesector. Diversificatie van die economie. Kijken naar het belastingssysteem, et cetera. Dus dat is wat we gaan moeten doen om te komen richting hoe halen wij meer geld in het laadje. Ja. Om alles wat we willen doen, die kosten te kunnen dekken. Oké, dit is Kalajurkel met Serena en Farid. Dubbele presentatie vandaag. Ik heb u gezegd dat we hebben afgesproken dat we proefdraaien met elkaar. Om te zien of je het toch ook leuk vindt. En moet Kalajurkel toch net niet anders gaan gebeuren na 25 jaar. Een beller heeft, als ik het goed heb, 2 weken geleden een goede opmerking gemaakt. Ik zeg u vaker, de kennis van ons allemaal ligt niet aan deze kant van de tafel. Het ligt bij u. En iemand maakte de opmerking vanwege het feit dat er schaarste is aan SRD. En niemand weet waar die SRD zijn. Men gist van waar ze zijn, maar die SRD's zijn ergens. En door het tekort kunnen mensen niet aan genoeg SRD's zelf komen. De banken hebben dat ook beperkt. Je merkt ook bij de ATM. Dus de beller maakte toen die opmerking van, waarom trekken we die biljetten niet in door nieuw geld in omloop te brengen? En door dat te doen, moeten alle mensen die SRD's in hun koffer thuis hebben, of op hun vliering hebben, moet dat komen inwisselen bij de bank. Maar zo maak je zwart geld zichtbaar. Wel, dit idee is overgenomen. Ik feliciteer die beller. De overheid heeft het overgenomen. Okay. Men gaat nieuwe biljetten in omloop brengen. En ik heb begrepen dat men gaat beginnen met niet met alle biljetten, maar wel met de coupures van 100 SRD. Gaat men beginnen. Dat betekent, wanneer jij je zwart geld nu onder je kussen hebt en overschot aan SRD, weet u dat die biljetten ingetrokken gaan worden. U gaat nieuwe biljetten voor in de ruil krijgen. Ik begrijp dat het besluit genomen is. Ik begrijp ook dat het al in november gaat gebeuren. In november. En naast u inleveren gaat de Belastingdienst naast u staan. Ja. Als ik nu kom huppelen met 5 miljoen. Jippie-kajee, ik wil 5 miljoen inleveren tegen nieuwe biljetten. Dan gaat er ook waarschijnlijk iemand van de Belastingdienst zeggen, welkom, 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 welkom. Hij gaat het niet intrekken, want die bevoegdheid hebben ze niet. Maar men gaat ook wel willen weten van waar je van dat geld komt. Dat ga je moeten verantwoorden, neem ik aan. Ik weet niet dat of dat in de planning is, maar met good common sense zou je in principe dat moeten doen. Want als het zwart geld is, moet je het verantwoorden. Ook al heb je 100 miljoen, ook al heb je 200 miljoen, als je het kan verantwoorden, is niks aan de hand. Is gewoon niks aan de hand, want het is geen zonde om geld te hebben. Het is geen zonde. En niet wanneer mensen veel geld hebben, is het per se gestolen geld. Men kan er ook van voor hebben gewerkt. En men heeft het recht om het thuis te houden, want er is geen wetgeving die mij verplicht dat ik mijn geld naar de bank moet brengen. Dat is geen regel. Dus het hoeft niet per se te zijn, maar het gaat gebeuren. Die 100 coupures gaan eruit, begrijp ik.
en ze gaan het inwisselen. Er ontstaat mogelijk wel een probleem waarnaar ze moeten kijken. En die opmerking maakte de directeur van de Surinaamse bank, Stephen Cotino heet die, dacht ik. En hij zei van, het kan, hij heeft het aan het dagblad gezegd, maar hij zegt het kan wel voor organisatorische problemen kunnen opleveren. Want vanwege COVID-19 hebben alle banken hun structuren moeten aanpassen. En nu al in deze omstandigheid zien we en merken we dat als mensen naar de bank gaan en vroeger een business die je kon doen in 30 minuten, daar moet je pakweg anderhalf uur over doen. En als je nu die hele horde bijduwt in je gezamenlijke klantengroep van de dag en je stuurt nou mensen de horde op om te wisselen, dan kan wel een klein voor chaos zorgen. Ja, is een hele goede opmerking van meneer Cotino. En ik ben benieuwd hoe dat wordt opgevangen. Want dat is niet in lijn met in elk geval de COVID-maatregelen. En is ook niet in lijn met wat je moet willen. Want je moet zo min als mogelijk mensen tegelijkertijd anywhere dus hebben. Dus ik ben benieuwd hoe men het organisatorisch zal opvangen. En inderdaad is het nu al een verschrikking om een reguliere transactie te verrichten waarbij je aanwezig moet zijn bij de bank. Dus ik ben zeer benieuwd hoe dat organisatorisch zal worden opgepakt. En ik ben ook benieuwd of men daadwerkelijk zal komen met het geld waar het ook mogen zijn in koffers. Want wat ik begreep is dat er ook het vermoeden bestaat dat er een behoorlijke financiële zwarte markt is. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe in elk geval wat zwart is, hoe dat wit zal worden gemaakt onder deze omstandigheden. Dus het idee is er van het inwisselen. Alleen weet ik niet hoe het organisatorisch aan toe gaat gaan. Dat is mij niet bekend, maar die opmerking van Cotino, dat moet men wel serieus meenemen. Men moet het heel erg serieus nemen, anders wordt het een verschrikking bij de banken. Ja, en men gaat niet willen komen. Oké, Serena, we moeten eruit. Snel gegaan. Heel erg. Ja, vond je het leuk? Heel erg leuk. Ik vond het heel fijn. Dank aan iedereen die heeft gebeld en die Clutch Urkel volgt. Ik vond het leuk. Zeg het nog een keer bij het gaan oefenen daarna, want je moet het goed oefenen. Clutch Urkel. Oké, goed zo. Je bent op weg. Maar we gaan je ook die opening laten zeggen. Moet de laak, hè. Begin dat ook te gaan oefenen. Oké. Weet je, maar het komt wel. Anyway, ik vond het zelf heel aangenaam. Heel leuk. We hebben vandaag, dames en heren, voor het eerst een dubbele presentatie gedaan in Kalaarsokal, wat overigens nooit eerder is gebeurd. Ik ben tot de conclusie gekomen, mede met mensen die mij adviseren, onbezoldig adviseren, by the way, dat ze ook de mening zijn toegedaan dat na 25 jaar we misschien een andere kijk over deze uitzending moeten hebben. Kalaarsokal heeft altijd één persoon gepresenteerd, dat was mijn vader geweest. Daarna, na diens overlijden, heb ik het voortgezet. Tijdje heeft Jay Babulal even meegedaan. En voor een langere periode heeft Shalendra Girjasting meegeholpen met deze uitzending. Toen had je twee personen. Hij nam één dag en ik nam ook een dag, waardoor ik ook een dagje vrij ben. Maar sinds het heengaan van mijn vader heb ik die uitzending alleen moeten doen. Dan kan je nagaan dat ik geen enkele dag mag missen. Dus ik heb ook geen bewegingsvrijheid. Ik kan ook ampertjes op vakantie gaan, want je hebt geen vervanger. Maar los van het feit is het ook misschien na 25 jaar ook beter dat twee mensen die uitzending doen voor de variant, voor de creativiteit, voor de discussie en ook voor verschillende meningen die presentatoren eventueel kunnen gaan poneren in een uitzending. Dus daarvoor zijn we gedaan, de eerste uitzending voor vandaag. Ik wil u bedanken voor de appreciatie van Serena in deze uitzending. Ik hoop dat u haar wederom accepteert en apprecieert de volgende week zaterdag, wanneer we weer terug zijn met Kalaajorkel. En jij mag je mensen groeten. Ja, nou, iedereen heel hartelijk dank dat u heeft gekeken, dat u luistert naar het programma. En dan hopen we er volgende week weer te zijn. En dan kunt u weer bellen en alle vragen stellen die u heeft, de opmerkingen maken, de statements maken, zodat we de maatschappelijke discussies verder op gang krijgen. Inshallah zijn we er weer met Serena volgende week zaterdag. In elk geval, ik ben er wel volgende week woensdag om 8 uur 's avonds met een andere aflevering van Rashid Pirkan's Kalaajorkel. Ik groet u, Ram Ram, namaskar. Dit waren Farid Pirkan en Serena Asset voor Kalaajorkel. Goedenacht. Dag.